Dit is hem jongens, de laatste aflevering van 2021. Hele Marathon weer. Welkom bij de Slimmer Presteren-podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol. Niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. het jaaroverzicht 2021. Wat zullen we nooit vergeten uit ons tweede jaar? En daar is nummer 84. De mannen van de Slimmer Presteren Podcast hebben het geflikt. De marathon aan afleveringen is ook dit jaar weer voltooid. Wat waren de hoogtepunten en welke afleveringen maakten het verschil? En wat gaan we volgend jaar eigenlijk doen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja. Goedemorgen heren, zeg ik uh, in dit geval. Beiden. Goedemorgen. Welkom. Oudjaarsdag hier vanuit uh, de huiskamer in Leersum. Ja, ik uh, kijk naast me. De, 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 wie, is ja. die, wie is die meneer, zeg ik? Ja, ken ik alleen maar van afstand eigenlijk. Ja, uit Lang niet gezien. Ja, ja, ja. een klein beeldje en nu gewoon live aan tafel. Ja, ja bekende stem. Eindelijk. Guido Vroemen, welkom. Dankjewel. Ja, we zijn uh, 84 uh, afleveringen onderweg. Drie, vier seizoenen in totaal. Drie seizoenen waarin jij ook uh, een vast onderdeel bent, meestal. Ja. Uh, zoomen met Vroemen en dachten nou, moeten we deze feestelijke dag maar inluiden door gewoon met z'n drieën te gaan terugblikken. Ja, eindelijk is het zover. Ja, <laughs> ja precies. Eindelijk mag je erbij aan ja. tafel. Ja, wel een beetje snoeien hè? Heb je die glasvezel speciaal laten aanleggen, et cetera. Ja, maar, maar toch moet je was, gewoon hier komen. Dit is het gewoon, hè? Weet je je moet hier gewoon samen aan tafel zitten eh. en dan kun je de mooiste discussies krijgen. Ja, ja nou laten we eens kijken. Ik heb jullie uh, beide gevraagd van uh, wat zijn de afleveringen waar jullie uh, met uh, plezier op terugkijken, die je bijzonder vond en natuurlijk vooral die het meeste impact heeft gehad, hè? Waarin je echt hebt gezegd, nou, naar aanleiding van die aflevering heb ik iets anders gedaan. Dan gaan we naar kijken. Ik heb een hoop statistiek verzameld. Wat is nou de Meest beluisterde aflevering. Welke aflevering had de meeste interacties? Daar gaan we even naar kijken. En we gaan vooruitblikken. Want uh, Jurgen, jij en ik hebben al even samengezeten. Mm -hmm. 16. To Guido, go. jij en ik hebben inmiddels ook samengezeten. Ja, nou, we, we hebben allerlei plannen. En die gaan we in het tweede deel van de aflevering uh, met je bespreken en toelichten. En dat alles om je maar te helpen over uh, dat zwarte gat heen. Want uh, na deze aflevering uh, wordt het even vijf weken stil. Uh, maar we komen 11 februari weer terug met een knaller. En dat uh, gaan we ook uh, aankondigen hier vandaag. Maar uh, laten we maar eens bij het uh, begin beginnen, toch? Uh, zullen we maar met statistiek uh, beginnen? De best beluisterde afleveringen van 2021. De top 3. En dan heb ik dus even ingezoomd op aflevering 43 tot en met 83. Op nummer 1, vond ik een verrassing: taaiheid, aflevering 66. Kun je trainen op langer doorgaan? Nummer 2, ik ga ze gelijk maar even aankondigen. Uh, nummer 51, de leukste sessie over voeding. Oftewel die 10 eetwissels. Hè? Wat ja. zijn nou slimme dingen om te doen in je dagelijkse voedingpatroon... om wat gezonder te eten en misschien al een beetje af te vallen. En ook een leuke, uh, nummer 62. Uh, onze aflevering over hartslagvariabiliteit. Uh, is het een magische voorspeller over hoe het met je gaat en wat je kan? Ja, die laatste, dat is echt uh, booming. Als ik, uh, volgens mij sinds die aflevering zijn er sowieso alweer uh, tien artikelen uitgekomen. Ja. De, de ene net even weer wat meer van, ja, er zit wel wat in die data. Dus ik bedoel, daar waren we al, uh, denk ik, uh, concludeerden we al dat het mogelijk moest zijn om je, uh, volgens mij je trainingsschema, daar ging ik met name om, om je echt af te stemmen op je HRV en dan ja, met name en voor iedereen van... die aflevering 62 niet geluisterd heeft maar net inhaakt zeg ja. ik dan toch altijd even dat is dus het meten van de variatie in je hartslagen hè? dus niet uh, je hebt misschien 60 uh, gemiddeld per minuut ja. maar dat is dan even 30 even 70 nou anyway dat nou, is niet, dat's, niet, dat's niet zo extreem maar ja. ja ja en met het idee van uh, hoe hoger de HRV eigenlijk hoe ja. Beter of alerter je autonome uh, zenuwstelsel uh, op dat moment is, hoe uitgeruster je bent. Ja. En nou, als dat zo is, dan kun je ook meer hebben in je training. Ja. En daar uh, nou, volgens mij concluderen we aan de hand van één uh, meta-analyse van een x-aantal studies. Dat het inderdaad uh, mogelijk moet zijn als je en op een goede manier HRV kan meten. Dat is natuurlijk ja. wel. En, en betrouwbaar. En als jij dan op die manier eigenlijk gepersonaliseerd jouw trainingsschema kan afwerken. Ja. Dus niet standaard van hé, hey, maar hij schrijft nu een langzame training voor. Maar op het moment dat jouw HRV hoog zit, kan je wel wat meer hebben. Dat je juist meer intensiteit inbouwt. Als je dat ook volgt, ja, dat je daar uiteindelijk ook van kan profiteren. Maar ja. het was duidelijk, het, het stond nog wel in de. Kinderschoenen, ik meet het. Uh, dit was in juni. Hè? Ik meet sinds die tijd uh, bijna iedere dag. Ja, uh, Guido. Jij, Ja, met de ring natuurlijk, de Aura-ring. Ja. ja, ja, ja. Ik meet inderdaad ook iedere dag. Um, maar ik ga nog steeds er niet blind op varen. Mijn um, uh, eigenlijk kennis als trainer is toch doorslaggevend. Maar het, het, het laat ik wel. Ik laat het wel mee beslissen in, um, in de programma's die wat, je voor je wat atleten maken, inderdaad. Want soms. Um, ik maak een programma voor een week en, dat kan, en, en als ik dan bij een aantal atleten dat ook volg, dan zie je soms een trend dat heart rate variability slechter wordt. En dan zie ik de subjectieve commentaren, dus hoeveel, he, dan zeggen mensen: Nou, het ging nog wel best goed, het was al zwaar, maar het ging nog wel goed. Dan is dat leidend. En ook al zegt de uh, heart rate variability: Je moet nu rusten. Um, dan kan het, als het subjectieve gevoel nog steeds goed is, nog steeds een harde training zijn. Andersom kan het ook wel zo zijn dat als de hartslagvariabiliteit zegt van nou weet je, je bent fris, je kunt er nu mm -hmm. tegenaan gaan. Want hij is vrij hoog, ten opzichte van je gemiddelde. Mm -hmm. En iemand geeft echt eh, dat hij zich heel, heel matig voelt, slecht, voelt spierpijn, bijvoorbeeld, hè, na een krachttraining. Dat zie je niet terug in je hartslagvariabiliteit. Nee. Dus dan zeg ik, nou, dan ga ik wel rustig aan doen. Ja. Ook al zegt je hartslagvariabiliteit, je bent fris. Dat het kan. En Jurgen, je zegt, er komen veel studies over uit. In welke hoek? Ja, kijk, dit, omdat het voordeel van dit is gewoon als je. Ja, het is op zich een makkelijke meting. Ja, hey, ja. Yo, je hoeft maar een, een app te hebben, eventueel zo'n zo mooie ring zoals Guido heeft. Uh, ik kijk er toch wel naar, want ik denk: Wauw, die, die, die glimt, is, die, glimt oh, die, is die is mooi, die is nieuw. Dit is uh, ja. Ja, een nieuwe versie, denk ik, van die ring. Dit is de derde ja. generatie versie. Ja. Dit is hey, een is podcast, mee. Guido. Moet je dus in de microfoon praten? Hè? Let op. Het is, ja, <laughs> ja <daar> heb je. <laughs> het is, uh, ja, ik had hem hier om. Ja. 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 Het is de derde generatie, dus hij wordt steeds iets beter. Betere uh, software erin, betere sensoren erin. Dus ja, uh, ik moet zeggen, uh, ik ben er best wel uh, tevreden mee, ja. wat hij doet. Ja, dat is natuurlijk. Wij hebben destijds twee uh, allebei een appje gedownload. En uh, ja, dan kan ja, je het Ik gebruik nog st steeds HRV voor training. Ja. En dan moet je met je vingers op de camera ja. van je telefoon. En dan, uh... Waarom komt er veel ja. uit? Omdat heel veel mensen dat toch doen. Uh, ook veel sporters. En dan is het gewoon een bak aan data verzamelen eigenlijk. Ja. En dan maar uh, ja, lekker de, de, de computer uh, kijken of je of patronen ontdekt. Dus dat, ja. in die fase zitten we toch ook veel met, met wetenschappelijk onderzoek. Alles is data, alles kan gemeten worden. En nu is het ja. eigenlijk een kwestie van: ja laat, uh, ja, laat eigenlijk een model of uiteindelijk AI. Maar er lekker op los om te zien welke patronen ontdekken we als voorspellend voor... Ja. ik noem eens wat, een, een komende blessure. Dat is natuurlijk ja. interessant. Overtraining. Ja. Uh, maar en, in die studies in het afgelopen half jaar nog geen doorbraak nee, daarin. Nee. Mensen beschrijven dat nee. ze dit aan het doen zijn en hoe ze dat aanpakken. En, en natuurlijk krijgen we toch vaker de positieve studies te zien dan de negatieve. Ja. Maar ik weet ook, dit, dit soort dingen worden bijvoorbeeld ook wel... Uh, ja... Oh, wishful thinking ergens, maar gedacht van is het mogelijk aan de hand van bijvoorbeeld zo'n meting om al te zien of iemand uh, een coronainfectie heeft. Oh ja. En dan ga je kijken van ja, bent eigenlijk vooraf dat hij echt klachten krijgt. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, dat zou goud zijn en dan zie je ook wel ja in een meerderheid misschien van mensen. Ja. Oké, okay, die gaan wat minder. Nou, die hebben bijvoorbeeld als ik heb gaan... geleerd dat je het ziet aan je rusthartslag, toch? Nou, als je ja. iets onder de leden hebt, nog voordat je klachten. Ja, we hebben nu Guido live bij als ook als sportarts, als arts. Dat je hartslag wat verhoogd wordt, je rusthartslag. Ja, maar als ja daar, een, ge daar gekoppeld, dan zul je ook eh, aan het veranderen van die rusthartslag, zul je ook die variabiliteit. Daar gaat ook wat aan gebeuren. Ja, hè? precies. Want, ja. Dat, die, zit, die zitten toch wel aan elkaar gekoppeld. Dat zie je ook bijvoorbeeld in die in die app eh, Hrv voor training. Rust, hartslag en variabiliteit meten ze en eigenlijk zie je dan vaak de rusthartslag gaat omhoog en de variabiliteit gaat omlaag. Ja. En dan, ja, weet je dat, dan die trend, dan weet je dat moet omgedraaid worden, want dat geeft een, um, een vermoeidheidsopstapeling aan. Ja, ja. en maar wat ja, dat dan ja. ook is, dat kan dus vanuit training zijn, vanuit werkstress of dus vanuit ja, dat je ja, nee, nee. het ziekte, is alle stress virus. op ja. elkaar ja. Ja, ja. en daar ja, maar daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Want en dan, sommigen zeggen uh, ja. vaak van, ja weet je, ik heb helemaal niet zo hard getraind nu. Ja, maar dat, is, dat, maakt dat, hè, dat hoeft niet per se de oorzaak te zijn dat je uh, overstrest bent of niet meer fris. Alle andere sociale stress die je ook nog bij je krijgt en het slechte slapen, dat maakt eigenlijk waarom ja, waar, of je wel of ja. niet goed belastbaar bent. Ja. ja, dus in het continuum van allerlei metingen die je kan doen, we hebben natuurlijk Steven van de Zwaard gesproken, over eigenlijk dat die, die subjectieve parameters... die worden inmiddels geobjectiveerd. Er wordt ook een getal aangegeven. Ja. Dus uh, vul s'ochtends maar in. En hoe ja. heb je geslapen? Uh, ja, heb je zin in de training? Ja. Voel je je fit? Ja. Nou ja, een paar van die vragen. Ja, sommige mensen vinden dat misschien lastig. En op het moment dat je een HRV doet... dan hoef je daar niet eens over na te denken. Dan doet zo'n ring dat voor je of een app voor je maar het is nogmaals zo even inderdaad voor de volledigheid uh, leuk dat je even aflevering 56 erin ja. heeft hè? kwalitatieve data met zeggen ja. van de zwaard maar de Hrv voor Training app vraagt diezelfde vragen ja, ook hè ook dus precies. die doet ook de ja. kwalitatieve Klopt. data ja. 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 nee en ik, ik ja ik mag wel verklappen ik ben ook uh, begonnen met het voorbereiden voor uh, een nieuwe serie Sportlabs de doc Hé, hey, Jurgen op tv en ik ga daar heel weinig over zeggen maar al alle wetenschappers die ik overspreek zeggen ja de, de, wat, is er, wat is er aan innovatie gaande alles is data. Ja. En ja. alles in de hoop om nog uh, beter in te kunnen schatten voor een coach vaak. Ja, hoe staat mijn pupil ervoor? En dan met name van: traint hij niet te hard, traint hij niet, niet te langzaam? Is het effectief? Ja. Kom, daaraan gekoppeld komen de blessures aan? Uh, wordt hij misschien ziek? Nou ja, en dat, dan merk je dat inderdaad, zoals Guido aangeeft, dat het al heel normaal nu is. Om, noem het de. Ja, niet meer de, de harde, alleen met harde data te werken, maar ook een beetje met de softe data van. Het gevoel, hoe, uh, frisheid. Uh, hoe, ja, hoe, hoe zit de kop uh, vandaag ja. Ja. erop? Nou, ja. Dat blijft heel belangrijk. Ja. En dat is toch moeilijker te meten. Ja. Met, met uh, sensoren. Ja, nou we slaan helemaal aan. Dit was nummer drie in de meest beluisterde. wat vinden jullie van nummer één? Dat vond ik een verrassende. Taaiheid dat hebben we het dus gehad. Over de met name natuurlijk ook toerrenners, hè? Als je drie ja. weken moet doorgaan. En. De, 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 wat was ook weer de kern van die aflevering, Jurgen? Ja, voor mij was het uh, het feit dat je eigenlijk elk artikel wat je las over: uh, oké, okay, wat maakt een top-duur-atleet een top-duur-atleet? Dan zijn er, Nou, er zijn drie dingen belangrijk. In de, de wetenschappelijke literatuur. Dat ja. is <laughs> dus één: ja, je moet toch een hoge VO2 max hebben. Ja. Ten tweede, ja, dan moet je daaraan gekoppeld eigenlijk een hoge nou ja, uh, of FTP- of lacta-drempel hebben. Ja. Dus een bepaald percentage van je VO2 max. waarop uh, je, je zuurstofvoorziening tekort schiet. en waardoor je eigenlijk. Uh, of je anaeroop. belangrijker wordt. en je extra lactaat produceert. die je niet kan afvoeren. Dat komt op neer. dus dat je op die, die drempel. lekker hoog zit. En ten derde is dan de efficiëntie. Ja. Dus hoe goed kan jouw lichaam. die zuurstof omzetten. in mechanisch vermogen op de fiets. of. of loopsnelheid of iets dergelijks. En daar worden er natuurlijk allerlei, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar case studies van uh, in het verleden van Froome of van Armstrong of van een uh, aantal uh, hardlopers, ook het uh, sub 2 uur uh, marathon -project. project. Ja, eigenlijk draait het alleen maar om drie, die drie fysiologische parameters. En daar gaan ze allemaal wat over zeggen in die studies. Wat is ze gemeten, en wat denken we. Maar niemand heeft het over van ja, allemaal leuk en aardig, maar uiteindelijk moet iemand na een, een uur of, of, of vijf uur op een fiets en pak een beet uh, tweeënhalve week Tour de France. Die, ja, haalt hij die dan diezelfde waarde ja. van, zijn, van zijn VO2 of van zijn efficiëntie of zijn ja. lactaardrempel? Ja, en dat is dat hele stuk vermoeidheid. Ja. Dus al die metingen zijn met name gedaan in de frisse toestand. En, uh, en er wordt weinig rekening mee gehouden. Hoe ziet het eruit in een vermoeide toestand? Ik heb jou daar nou, ook aan is, zien refereren in een aantal reacties. Hè. We mailen veel, ook naar aanleiding van ja. marathonavonturen. En mensen zeggen dan, ja, ik haal deze waardes... en dan moet je toch dit uh, op de marathon kunnen doen. Ja. En dan uh, zie ik jou ook weer... Ja, ja, maar dat is niet rekening houdend met wat er in uur drie en vier gebeurt. Ja. Hè. Dus jij zegt eigenlijk, de belangrijkste les is dat die, die taaiheid... Die kunnen we niet goed meten of onderzoeken of die nemen we niet goed mee in nou. onze voorspelling. Zie Guido hier al een ja, beetje. Twijfelen? nou je kunt het wel meten. Kijk, wat, wat je nu ook steeds meer ziet en um, dat heeft uh, uh, dat, er komen steeds ook wel wat, wat meer nadruk op modellen als je vermogenmeters gebruikt. Ik laat soms ook wel mensen in een lange duurtraining testjes doen aan het eind. Van die training. Dus als je drie uur gefietst hebt, dan moet je dan een 30 seconden max of een 1 minuut max of een 5 minuut max rijden. En dan zie je eigenlijk wat kan ik dus nog presteren, niet in frisse toestand, maar in al voorvermoeide toestand. Ja. En als je, dan, dan kijk je hoeveel kilocalorieën je eigenlijk al hebt verbrand. Ja. En dan kijk je dan van wat is dan mijn maximale prestatie op die tijdsduur. Ja. En dat verval moet natuurlijk zo klein mogelijk zijn. Ja. En daar zie je ook van, van dat ja, sommigen kunnen één uur fietsen en dan kunnen ze nog steeds hetzelfde als wat ze fris doen. Twee uur wordt het al wat minder, drie uur wordt het al wel erg beperkt. En is dan de omgedraaid ook waar dat je dat misschien dan wel eens extra zou moeten gaan trainen? Ja, Ga maar eens drie uur duur fietsen en dan nog eens wat intervallen doen. Ja, nou ja, dat is wel mijn instinct dan. Want dan ja. ligt daar gewoon um, een zwak punt. Ja. En als ik wielrenners heb die lange koersen moeten rijden van vier uur of vijf uur. Dan kunnen ze best heel, heel, hoge, uh, heel hoge piekprestaties leveren op één minuut als ze fris zijn. Ja. Maar ja, het komt pas na vier, vijf uur. Dan moet je dus nog vuurpijlen hebben om af te schieten, zodat de rest eraf vliegt. Ja. En dat moet je, daar moet je sterk zijn. Daardoor moet je dus eerst vermoeidheid opbouwen, dus lang die duurt, en dan ga je die intervallen doen. Ja. En wat we dus wat ik vaststel tussen jullie twee, jij zegt ik herken dit al en ik train hierop en en Jurgen kon jou zeggen in de wetenschap wordt dit nog niet goed meegenomen in de modellen. Nee, want daarvoor Deze heb factor. je ja, daarvoor heb je data nodig ja. liefst van een onderzoeksgroep en dat in, in dit geval was dat een artikel volgens mij van Teun van Erp ja. en misschien een uh, die Oostenrijkse. Uh, ja, Peter Leo. Uh, ja. Ja. En ja, in het wielrennen, als de, uh, de wielrenners toestemming geven van, ja, gebruik mijn data, maar ja. dan heb je eigenlijk of in een training, zoals Guido voorstelt, of gewoon normaal in de koers, daar kom je er gewoon achter van, uh, ja, uh, als, als er na drie uur koers een, een bergje ligt, ja, dan kan je ook wel zien van, hé, hey, dan moet ze toch even maximaal inspannen of, uh, en dan kun je, ja, gewoon aan de hand van de data kan je het gewoon fitten in, in jouw power profile, ja. eigenlijk vermogensprofiel. En op die manier hebben zij dat ook gepubliceerd. Ja. Maar ik vind het wel interessant ook wat je zegt, Guido. Omdat natuurlijk klassiek wordt altijd gedacht: van uh, dat het. Uh, Oké, okay, als je dan gaat trainen, dan. Uh, we komen er allemaal nog wel op, bijvoorbeeld gepolariseerde modellen. Nou, veel vragen van luisteraars: ja. hè? kunnen we zo'n een aflevering daaraan gaan ja, steken? Dat gaan we, gaan doen. we doen. Ja. doen, maar wel in seizoen 5. Ja. Dan wordt ook het zet, nee, maar dan moet je ook als jij dan knetterhard gaat trainen, dan moet je echt dan knetterhard gaan trainen. En als jij een, een rustige duurtraining uh, hebt, dan beloof me, blijf dan ook rustig. En nu suggereer je eigenlijk dat je die twee dingen toch aan het combineren gaat. Omdat je toch zegt: Nou, je kan ook prima bij een langzame duurtraining van ja. een x aantal uur. knallen op het eind toch maar toch wat intervallen in. Terwijl daar, daar de kritiek altijd op is. Ja, maar ja, dan zijn die intervallen minder eh, effectief. Omdat je daarvoor fris moet zijn. om echt bijvoorbeeld nou, alle systemen die je wilt trainen. Ja. Eh, aan te zwengelen. Ja, nou weet je, als jij bepaalde systeem- energiesystemen goed wil trainen, VO2 max systeem... dan moet je dus ook... dat niveau kunnen halen. Um, maar bij dit soort trainingen... dan wil je juist je, um, je taaiheid... je stamina... wat je na drie uur, vier uur nog kunt... wil je trainen. En ja. dan vind ik het niet... Uh, op dat moment belangrijk... dat ik die 100% v 2 max waardes ga halen. Ander doel, zeg je ja. in feite. Ja, ja, ja. Weet ja. Je, dat kun je, je kunt niet alles in één training stoppen. Ja. Ook en een mentale ook al... component misschien. Dat mensen ja, gewoon ervaren van hoe ja. het is... om... Ja. Ja. Ja, ja, ja. Weet je, je moet gewoon um, nou ja, moeilijke, zware intervallen kunnen doen... als je al, als je al moe bent. Dus ja. je denkt, oh nee, ik moet dit ook nog doen. Oh, ik ik het ik zit nu al niet meer lekker. Ja. Dan moet het ook kunnen. Hè? Dan moet je het ook nog eruit kunnen halen. Ja. En mogen mensen dan wel op hun vermogensmeter kijken? Want daar worden ze teleurgesteld van op dat moment. Dan denk je, jeetje, nee, ik, ja, je... ik kan toch beter dan dit? Ja, nee. Je Kijk, je krijgt wel een opdracht van mij waarbij je... Waar ik van denk, van ja, je moet hier tussen proberen te blijven en dat moet je halen. Ja, ja. En als je dat niet haalt, ja, dan ben je teleurgesteld, tuurlijk. Echt? Maar het gaat mij om het reële beeld. En als je dat niet haalt, dan weet ik, dan ben je daar nog niet. Ja. Nee, dan moeten we daaraan werken en dat is dan het vervolg. Dan gaan we de volgende keer zetten we hem ietsjes lager, dan haal je hem wel, zodat we wel op een gegeven moment terug kunnen komen waar je naartoe moet. Hè? Want anders kun je die wedstrijden niet winnen. Dus niet dat je zegt, nou die vermogensmeter, stop maar even het tellertje in je achterzak nee. en ga gewoon... Uh, nee, nee, nee. Tacht... <sindelijk> blijft die toch <laughs> ja. zinvol? Je, je gebruikt ja. het woord vermogensmeter, <het> <Gelach> dat is een mooi bruggetje. Ik heb natuurlijk ook even gescand, wat zijn nou onze best beluisterde afleveringen all time? Ja, het zal ons niet verrassen, maar dat zijn aflevering 1, 2 en 3. Inmiddels wel aflevering 1 en 2 van Stuivertje gewisseld, dus de best beluisterde alle tijden is aflevering 2 over het boek Good to Go, waarin eigenlijk alle mogelijke hersteltechnieken worden geëvalueerd. en we tot de conclusie komen dat de enige die echt in ieder geval wetenschappelijk aantoonbaar werkt... is uh, slaap. Mm -hmm. En alle andere is, is uh, werkt als het voor jou werkt. Dus als je er blij van wordt, moet je het doen. Maar uh, fysiologisch gebeurt er niks. En dan uh, nummer twee toch ook die vermogensmeter. Ik denk ook dat dit komt... doordat dit aflevering 1, 2 en 3 zijn. Als je nieuw bent, dan uh, begint iedereen daar... en die haken misschien af. Ik hoor wel veel mensen die zijn afgeknapt op onze aflevering 1... Waarin we natuurlijk de vermogensmeter uh, ja, min of meer ja, niet afschieten, maar zeggen: nee. Voor een recreatieve fanatieke sporten heb je dat niet nodig. En uh, trouwenaars, ze we weten ook dat wij een ontwikkeling doormaken. En dat we regelmatig daar nog wel eens op terugkomen. Dat we toch al allerlei use cases hebben gezien. Maar... Voortschrijdend, ja, ja. voortschrijdend inzicht noem ik dat. Dat is heel normaal in de wetenschap. Ja. En uh, ook bij wetenschapsjournalisten. Ja. Ik probeer jullie zoveel mogelijk bij te brengen op dit gebied. <laughs> dus ik help ja. jullie te denken van, nou weet je. Jullie beeld klopt niet helemaal met wat, uh, wat een vermogensmeter allemaal kan. En wat iemand, want uh, die... Kennisverstand heeft van de uh, data, die, daar kun je dus heel veel zaken um, nou ja, analyseren en in kaart brengen van iemand. Dus ja. als ja. je dat allemaal niet weet, dan denk je. Ja, wat een onzin is dat ding, dat heb ik helemaal niet nodig. Als je ook niks met data doet, dan kun je ook prima. Trainen, hè? weet je? Zonder. Zonder, ja. zonder. Dan heb je dat helemaal niet nodig. Nou, laten is een mooie cliffhanger hangen naar het tweede deel van deze aflevering. Een van de dingen die mij dwars is gaan zitten over die aflevering, is dat ik daar aan tafel zat zonder dat ik het ooit geprobeerd had. Hmm. Dus ik vind toch dat we ja. dat belangrijk, dat we veel dingen die we gaan bespreken ook zelf proberen. Uit te proberen. Nou, ik heb een hele kist hier met spulletjes die we zo gaan uitpakken voor uh, seizoen 5. Dus dat ik komt. Ik zou eens haar zelf gezegd kunnen hebben, want ik, <laughs> ik doe niks anders. Nee, precies. Nou, toch jouw invloed dan, hè? Ja, hier aan tafel. Ik heb ook nog even geteld op onze social media-kanalen. @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Van uh, waar krijgen we nou de meeste reacties op? En daar zie ik opeens ook een opvallende trend. Als ik daar de top 3 op een rijtje zet, dan zijn dat namelijk aflevering 76 lessen trekken uit de marathon uh, Rotterdam 21 nummer 79 nog even terug op die marathon komen waarin we dus ook het, uh, filmpje, het beruchte filmpje van de NOS uh, met elkaar bespreken en uh, nummer 67 onze gemeenschappelijke ja. avontuur bij de cross triatlon in Renkum. Ik zie ook drie keer ja, ja, jij de. mijn hart daar, is op die uh, visual staan ja. ja misschien heeft dat er wat mee te maken nee ik denk het niet uh, blijkt uit de reacties dat mensen het toch ook leuk vinden naast de wetenschap. Want die reacties krijgen we ook veel. Dat dat ons toch echt onderscheidt. Hè? Dat we altijd wetenschap bij onze afleveringen halen. Af en toe een keer gewoon ouwe hoeren over wat we meegemaakt hebben. Doet het ook goed. Ja. ja. En we ja, hebben dus... ook de eerste triatlon ooit uh, volgens mij. Uh, ja, met We hebben het, over ja. Gehad, ja. We het ook besproken. Ook, uh, nee, ja. dat, is, dat is ook zeker zo. Maar wel af en toe confronterend misschien. Voor mij dan. Hè? Want, Waarom? Uh, ja, jezus. Uh, renkum, hè? Je ziet het daar al. Daar lacht ik. Nee, dat is. Ja, ik denk nou, Kijk je niet meer er goed gevoeld om te Ja, doenken? Jawel zeker. Ik nou helemaal dat ik blij ben. Ik heb dit jaar nog gewoon zo'n cross-triathlon kunnen doen. Ja, dat er nog een evenement was. Oh, daarna is wel weer even het, uh, het geklooi gekomen met. We uh, zitten weer in de lockdown as we speak. Nou ja, uh, ja. dus gebrek aan, uh, aan wedstrijden. En uh, de terugkomst toch weer van de, de pijntjes her. Oh, jou en, zelf en, bedoel ja. je. Ja, je bent niet meer zo fit als nee. dat je in augustus kijk, was. Maar ik heb een sportarts hier naast me zitten. Ja. Dus we gaan het straks even over <laughs> alle malleur hebben. En kijken of hij nog wat ja, ja. tips heeft. Ja. Misschien kan hij jou ook uh, nog een beetje ja. begeleiden. Hey, ik heb jullie gevraagd: <laughs> welke aflevering uh, heb je nou, heeft het meeste impact gehad? En begin ik even bij jouw top 2, uh, Jurgen. Ja. Jij noemde er twee: <laughs> nummer 68, over uh, de foamrol, zinvol of onzin. En nummer 78. Dus ook, het is ook ja. nummer vier trouwens in Meest Beluisterd van uh, dit jaar. Namelijk die aflevering over het afvallen. En waarom nou eigenlijk meer sporten niet per se leidt ja. tot onmiddellijk gewichtsverlies. Juist ook in deze tijd ja. uh, interessant onderwerp. Ja. Vertel, laten we bij die eerste beginnen. Ja, de foamroll. Nou ja, ik, oh, ja, jij zei het al. De best beluisterde was over herstel. Hè? En daar ja. komt eigenlijk naar voren aan de hand van het boek. Uh, Good to go. Uh, waarin ze uh, zei uh, Ashwenden... Christy Asfer. Christi heet ja. uh, Canadese wetenschapsjournalist, volgens mij. Eigenlijk alle bestaande uh, methoden uh, op een rij heeft gezet, gekeken, zijn er wetenschappelijke studies gedaan en wat, wat, wat rolt daaruit. En daar inderdaad de conclusie trekt dat ten opzichte van placebo, of mm -hmm. uh, ten opzichte van ja, een controleinterventie... of een andere interventie die ook herstel kijkt, er weinig meerwaarde zit in al de alle manieren van. van ja, en dan saunas, hebben we het over ijsbaden, ijsbaden sauna's, massages, uh, pressie, kan, ja. uh, leg. Hoe je die dingen waar je dan met je benen in zo'n maanpak ja, gaat zitten? Ja, uh, compressie, ja. ja. boots. Ja. Nou ja, en, en dus op dat moment dacht ik, zie je wel. Een beetje van onzin allemaal, maar PR, et cetera. Dus nou ja, op het moment dat mijn, uh, mijn vrouw ook een keer thuis komt met een foamrol, dan ben ik best wel van, ja, je weet hoeveel weet. heb je daar nou voor uitgegeven? Ja. Nou, dan ga ik erop liggen en denk, nou, het is eigenlijk best wel lekker. Hè? Yeah, ik, wil, yeah. ik ben ook niet ongevoelig gewoon voor uh, nieuwe dingetjes. Maar dan, uh, op het moment dat we bijvoorbeeld. Uh, en uh, dan hebben we deze serie, we hebben een aantal gehad waar ik van tevoren echt dacht, nou, volgens mij is het allemaal ja, onzin. Onzin. En dan kom je erachter dat het, in het geval van de foamroll, en ik weet het, het is lastig om die naast een placebo te zetten. Maar zeg maar tegen iemand, ja, doe nou net alsof je een foamroll <laughs> onder je kont hebt liggen. En uh, nou, wat, wat voel je dan? Ja, je zou het uh, natuurlijk kunnen vergelijken met mensen die niet foamrollen. Ja, toch? Ja, maar dan heb je natuurlijk wel placebo doorheen. Ah, het feit dat ja. jij okay. zegt: van het ik feit dat jij een oefening gaat doen en dat je een, met een foam ja, 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 ja ja. Nou, maar dat wij concludeerden aan de hand van uh, de studies die gedaan zijn. En er zijn best wel wat studies ook gedaan. Dat het, nou, we, uh, laten we het zo zeggen: we waren niet van uh, uh, gooi dat ding uh, je, uh, je nee. huis uit. Want daar zit best wel een, uh, een meerwaarde in. Ja, we hebben toen veel gehad over een fascinerend onderwerp, ja. namelijk de fassi. Oh, yes. hey, en betekent dit ook, als ik jou vraag: meeste impact? Uh, voor mij, dan kijk ik ook waar, met welke aflevering doe ik nu echt iets. Ja. Nou, die HRV meet ik dus. En jij bent aan de ja, foonerol ja, geslagen. Met al die, die pijntjes en zo lig ik ook af en toe op mijn foamrol. Hoe en, vaak? En, hoeveel? Wanneer? Ja, dat, nee, dan praat je echt over één keer in per week of zo. Hè. Nou, okay. Voor de tv, soms met een, een balletje onder mijn. Uh, mijn bilspier daar komt het een beetje op neer of ja. mijn onderrug ja, soms met foamrol ja dus ik bedoel maar te zeggen uh, ja ook voor mij geldt van uh, dat het, ook al is het lastig of of niet bewezen uh, door, door wetenschap en dat heeft ook te maken met natuurlijk uh, een heel stuk sportwetenschap is geen harde wetenschap. Dat nee. heb uh, heeft toch te maken Chido gewoon met, uh, schudt en knikt instemmend. Ja, 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 subjectiviteit dat klopt. Ja. en lastig te meten. Je kan niet we, we hebben te, ik noem altijd de dubbelblinde placebo gecontroleerde studies ja, waarmee we doen hè? Geneesmiddelen worden getest. Dat is in dit geval gewoon niet te doen. Nee. En dan merk ik bij mezelf ook dat zo'n foamrol. Nou ja, prima. Ik bedoel. En er is zelfs wat bewijs uit de literatuur. dat als je vergelijkt met een. Uh, ja, met niks doen. Dat het, en toch even dat voor de mensen die. Aflevering 68 nog niet geluisterd hebben. Wat, welke effecten beloven. waar is het goed voor? Ja, toch. Het was met name. het, uh, het verminderen van. Uh, volgens mij bij de warming up. zou het al, uh, al prima zijn. En dan hadden we het over. Volgens mij vergeleken we het zelfs met een klassieke warming up. of zo. Dat mm. het uh, al. al uh, iets... Beter was of, nou ja, uiteindelijk ja. op de prestatie, maar vooral in het herstel natuurlijk. Maar dat gold ook bijvoorbeeld voor de, de cooling down en de compressie kousen hebben we het natuurlijk ook over gehad. Uh, ja, dat zijn toch allemaal dingen waar je denkt: oké, okay, ik denk nog steeds, ik geef er niet te veel geld aan uit, maar als jij het gevoel hebt: hé, hey, dit, uh, dit helpt mij. Nou, dan uh, ben ik niet meteen meer iemand die zegt: Moi. ja, maar, uh, hey, maar de wetenschap nee. zegt dat het uh, onzin is. <laughs> Ik moet zelfs zeggen, ik, ik liep. Ja, laatst, uh, ik ben, loop weer even bij een fysio vanwege uh, de klachtjes. <laughs> en die, die tapten me gewoon van dat blauwe tape op, op mijn rug. En ah, dan moest ik dan uh, vijf dagen weer rondlopen. Kinesiotape tape heet dat ja, dan. Ja, ja, ja. Ja, daar had ik denk ik uh, drie jaar geleden gezegd. Nou, uh, ik ruk het er meteen af, want uh, daar doe ik niet aan mee. Die uh, hele. En nu? Oh, dat zeer. Ja, en nee, nu? en ja. nu, uh, nu gewoon wel. Ik denk, <laughs> nou ja. Uh, maar okay. wat zit je hier nou eigenlijk te vertellen? Begin je gevoelig te worden voor marketinghypes? Of ben je altijd nee, te ja, sceptisch ik geweest? Probeer, ik ben te sceptisch geweest. Ja. Okay. En het is ik denk dat per er bij sommige luisteraars nu een zucht van herkenning is. Uh, het is niet <laughs> per definitie de een marketinghype. Er is ook gewoon, er wordt onderzoek gedaan. En, ja. en, uh, en dat is ook maar goed, ook ja. denk ik. Maar wij blijven kritisch. Wij kijken Wij blijven op, kritisch. maar ja, ja, je hebt nog steeds ja. veel uh, dingen op de markt waarvan je denkt, jeetje. Dat is echt uh, gebakken lucht. Gelukkig. Nou, dan kunnen we nog een ja. soentje door. Hé, hey, en die andere die jij opschreef, 78. Ja, ik heb hem uh, nou ja, om... over de energiebalans. En waarom het zo moeilijk is om af te vallen. Ja, nou, dat is toch een wereld voor me open gegaan. En natuurlijk wist ik wel, en aan de basis kende ik wel een beetje van natuurlijk, Als je gaat sporten, krijg je ook meer honger. En dan ga je wat meer uh, ja, op die bank zitten, omdat je toch al gesport hebt. Ja. En ik, ik had het altijd als. als ja, hoofdoorzaak voor het feit dat uh, met sporten het afvallen moeilijk is, zo moeilijk. Totdat ik toch in die literatuur dook. En ik heb het boek nu meegenomen waar ik ook uh, ja, met veel fascinatie lees. Burn, van Herman Ponser. Ja. ja, dat is dus de man, dat is een evolutionair bioloog. Die eigenlijk zijn hele leven alleen maar uh, energiebalans. Dus je zegt, het, dit is een boekentip. Voor, ja, vind ik wel. Uh, de kerstvakantie is laat, ja. Mensen hebben ja. nog een weekje vakantie waarschijnlijk. En de ondertitel zegt het allemaal al: hè? The Misunderstood Signs of Metabolism. Het is ja, uh, metabolisme, voedingsbranden, ja, stofwisseling. En je merkt het gewoon in elke discussie nu ook uh, over corona. En het feit dat mensen met overgewicht een hoger risico hebben om. Uh, op die C terechtkomen. Ja, op te komen. die C terechtkomen. Te serieuze klachten te krijgen. En dat dan, ja, logischerwijs. dacht ik ook altijd. Ik zeg van ja, je moet. Daarom is het o oh zo belangrijk om te gaan sporten. Ja, ga maar meer bewegen. Dat laatste. ben ik het helemaal mee eens. Maar dat. dat heeft dan te maken met. allerlei gezondheidsaspecten. van, van ja. bewegen. Uh, richting uh, bloedvaten, hart, insulinegevoeligheid. Uh, nou ja, you name it. Maar als je check. Kijkt op uh, afvallen, ja, dan speelt daar toch wel, dan zit het een stuk complexer. En eigenlijk, ja, hij heeft dus een hele leven gemeten, ook bij bijvoorbeeld uh, stammen in Tanzania, de, de Hadza-stam, heeft hij heel veel studies gedaan en die bewegen van nature, want dat zijn nou jaren ja. verzamelaars. En ja, hij, uh, hij beschrijft dat heel mooi van hoe perplex hij stond toen hij zag dat, dus, het uh, metabolisme over de dag gemeten, het dagelijks metabolisme, dat is met dat dubbel gelabelde water... Ja. Ja, dat dat niet verschilde gewoon... van het feit wat hij eerder had gemeten... in uh, ja, Amerikanen... die echt veel minder bewogen. Nou ja, en eigenlijk is dat dus... dat hij zegt, ja, we, we zien het, het... het lichaam toch te simpel... als gewoon een verbrandingsmotor... die de ene moment... Ja, veel meer gaat verbranden dan de ander. Ja, dat, dat, dat doe je op zich wel... met inspanning, maar, je zegt, maar, maar het is ook een lichaam wat meteen... reageert en denkt van... Hey, er is hier iets geks aan de hand. Ineens word ik aangezwengeld om extra te verbranden. Hé, hey, uh, ben ik daarvoor uh, uitgerust? Mm. En uh, denkt van nee, dat ben ik niet. Dus ik moet toch een beetje interen op alle, alle andere processen waar ik mijn energie aan verspil. En dat zijn eigenlijk die basale processen, die veel belangrijker zijn. Vooral als je ja. nog niet zoveel sport. En dat is puur uh, ja. Uh, ja, je basale metabolisme waar ik toen noemde. En, dus hij en... zegt: allemaal het boek lezen. Ja. En misschien komen we er nog een keer op terug, of niet? Ja, Is er nog ik iets vind aan het te vullen, ja, naar aanleiding als je het helemaal uit hebt. Want ik zie de boekenlegger op. Ja, nou jij want Hij gaat nu ook in op het paleo-dieet, Want natuurlijk, een paar van die gurus zeggen: ja, kijk maar, we, we ja. eten te veel zoet. En ja, die reactie kreeg ik ook offline, ja. niet geschreven, maar inderdaad van een vaste luisteraar die zei: "Ja, maar het komt door wat wij eten. Suiker, koolhydraten, krijgen we insulinepieken en ja, nou, we allemaal." Ja, nou, hij geeft mooi aan die Hadza's, die, die, die stam die, die, die eten bijvoorbeeld ontzettend veel honing. Ja. dat heel veel heel uh, Echt, zoe, ja, ja. dus hij zegt: "Ja, okay. maar zo simpel is het ook weer dus, dus cliffhanger. Dus, laten ja. we hem niet helemaal nu uit. Jij leest dat boek rustig Zeker, uit. Misschien gaan Guido en ik het ook nog lezen. Of ja. we lezen. En dan komen we erop terug in het volgende ja. seizoen. Ja. Nee, dus... Uh, nou, ik, ik heb eigenlijk een nieuw onderwerp... waar ik denk van... ik dacht dat ik wel redelijk wist hoe het zat, maar door hem ben ik zo'n wereld voor me open gegaan. En misschien uh, kunnen we dan ook eens in die aflevering duiden waarom er zoveel misverstanden ja. zijn en, en hoe het komt dat die mensen dan bij die overtuigingen komen. Ja. want het, het wordt bijna geloof, hè? allerlei voedings... Het verkoopt goed, ja, dat is ja, zeker Dat zo. is ook zo, ja. 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 Ik heb dezelfde vraag aan uh, Guido gesteld. Guido, wat zijn nou afleveringen die op jou het meeste impact hebben gemaakt? Toen schrok je al even en dacht je, ja, maar hoe -ho, in die ja. rol zit <laughs> ik toch niet? Ik uh, geef alleen maar advies. Maar ja. toch had je er twee. Ja. Nummer 58, uh, je muzieksmaak maakt meer uit dan je denkt. Uh, in de hoek sportpsychologie en het effect van muziek op bewegen. Ja. Vertel. Ja, het valt wel op, hè? weet je. Ik, ja, voor, eigen, voor de kijkers op YouTube, zeggen we dan. Hè? Mijn eigen muzieksmaak al uh, meegenomen in een uh, Metallica shirt wat ik aan heb. En um, nou, ik, ik luister best wel veel muziek. En dat is de laatste jaren eigenlijk uh, uh, ook wel steeds veel, uh, meer geworden. Want dat is iets wat ik in mijn jeugd heel veel deed. En ik merk ook als ik... Nou, ik train niet zo heel vaak indoor. Maar dan, dan heb ik zeg maar wel uh, muziek erbij. Koptelefoon op of gewoon uh, harde muziek aan. Dat kan ook. Um, maar dan heb ik altijd... Nou ja, dit soort goede hard rock muziek. Ja, en toch even voor onze luisteraars... die niet op YouTube kijken. Je zit hier in een zwarte hoodie... met heel groot Metallica... met een groot doodshoofd uh, erop. Klopt. Dus dat uh, is dit soort muziek. harde gitaar. Ja, Sinterklaas cadeautje van mijn lieve en, dochter. Ja. En, Die uh, ook fan zijn? Of, uh? Ondertussen uh, ze, vinden ze dat ook <laughs> soms wel, best okay. wel te accepteren. Ah. Ja, ja. Um, de, de kaartjes voor Pinkpop liggen al klaar. Ja, ja, want nu nog is, hopen dat het doorgaat. Ja, dat is, kost wat kost. Dat, gaat, dat Ergens gaat het wel weer door. Zijn zij nog helemaal ja. bij elkaar als band? Of uh, is dit ja, voor zijn okay, Ja, we gaan het helemaal. Ja, maar het is <laughs> ja, het ik vind wel, het toch wel. Ja. Ja, ja, ze zijn nog bij elkaar, maar het is niet meer de oorspronkelijke ja, ja, okay. samenstelling. Want ja. daar is al wel wat veranderd ja. door. Overlijden, et cetera, drama, ja. noem maar op. Je ja. uh, ja, was vind het, aan het vertellen. Het kwam ja, 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 ook ja, altijd je, dit soort muziek. Muziek helpt vaak wel als ik keiharde, zware intervallen probeer uit te voeren, omdat ik denk: oh, wacht. Dit is een goede training. Die ga ik eens even aan andere atleten ook voorschotelen. Die gaan eens kijken of dat te doen is, probeer ik hem zelf ook. En als ik het zelf redelijk voor elkaar krijg, dan denk ik, nou, nah, dan moeten zij het ook kunnen. Ja. En daar heb ik soms wel wat ondersteuning bij nodig. Dat ik denk, kom oh, op. En dan moet ik een beat hebben en harde muziek en vuile, ja. keiharde drums en gitaar. Ja, dan heb je dus Metallica, Ramstein, Iron Maiden, daar komt dat allemaal. En dat, weet je, dat, dat helpt me daar wel bij. Mooi. En je... Nou ja, ik je zegt eigenlijk, nadat we het erover gehad hebben... ben je dat nog meer of nog bewuster nee, ik gaan opzetten. Nee, dat is de afgelopen jaren... Ik heb gewoon... Met, met veel muziek heb ik gewoon... Als ik die nummers hoor, dan is het gewoon kippenvel. Oh, ja. Dat komt dan ook... dan kan ik gewoon laten zien. Denk, als dit nummer komt, dan krijg ik kippenvel. En zoveel... Welke bijvoorbeeld? Ja, dan heb je dus een aantal nummers van Metallica. En uh, uh, ook van uh, Motorhead of Iron Maiden. Dat zijn er ja. gewoon een aantal uit mijn... Nou ja, uit mijn verleden, waar ik gewoon heel vaak naar geluisterd heb. Dat is speciale Top. gedachte. En dat, ja. dat zit er nog steeds in. En dan vind ik ook dat als je dus met sporten en die muziek combineert, dan snap ik heel goed dat je dus net iets nou ja, meer kunt motiveren, en dus toch extra diep kunt gaan. Ja. Mooi. Dus nee. Maar dan denk ik ook, dus het kan direct effect zijn. Maar het kan ook zijn dat je op dat moment weer terugdenkt aan de Guido Vroemen toen hij 21 uh, <laughs> <Toen hij, lacht> was. was. Ja, ja, ja precies. Toen komt ja, hij nog precies. alles aan. En Wake up your inner child. Het maakt niet uit hoe, hoe, hoe het werkt. Nee, maar het is je, maar het positieve invloed. Ja, 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 ja. ja. Mooi. absoluut misschien goed om even te laten zien. We hebben bij die aflevering uh, toen ook uh, uh, onze slimmer, nee motivatie slimmer presteren podcast playlist op YouTube aangemaakt. Nou, haal die van mij dan maar uit. Hoezo? Haal die Zoek van ze jou. Zoek Nee, ja, oh, jouw kiezen. nummers. Nee, ja, ik wou zeggen, al die nummers die jij net noemde, nee, die staan daarop. Ja, precies. Uh, ik ga het uh, nog een keer onder aandacht brengen, uh, want veel mensen vinden het lastig om hem te vinden. Je gaat dus naar Spotify. Je gaat zoeken op Slimmer Presteren. Dan vind je in eerste instantie natuurlijk de podcast. Dat is de eerste hit. Maar je moet even doorzoeken, dan vind je ook de afspeellijst. Die heet dan Motivatie Slimmer Presteren. En dan zie je daar een mooie, eclectisch uh, gezelschap. Inmiddels uh, is daar ook aan bijgedragen door Hammer van de Pannen, Bart van Zelfs, Martin Breedijk. Uh, ja, Jerry Cornelissen heeft er ook wat op gezet. En hij is, staat dus open. Dus uh, als je dit nu voor het eerst hoort, ga natuurlijk eerst even aflevering 58 luisteren. En uh, zet er ook eens uh, jouw favoriete sportnummer op. Dan maken we met elkaar een mooie, eclectische uh, lijst van luisteraars en vrienden van de show. Wat zij luisteren. Dat is altijd handig als je pittige trainingen moet doen. Ja, ik zet hem wel eens op op random, maar dat is wel inderdaad letterlijk eclectisch. Ja, dat echt, het wel eclectisch. Ja. <laughs> ja, dan is wel. Op een gegeven moment denk: ik, kak, dan heb ik nog een hele zware en dan krijg ik zo'n ja. liedje van Gerrit. Maar dat geeft mij dan minder ja, motivatie. Ja, ja. Nou, dat is waar. Nou, jij, ik heb toen al in de aflevering van Renken verteld dat jouw snoeiharde gitaren mij toen ook enigszins wakker hebben gemaakt. Ja, kijk. Um, de andere die je opschreef was 79. Ja, uh, dat was ja. onze comeback over de Marathon Rotterdam. Ja. Uh, waarin we ingingen op de reacties van mensen over mijn uh, uh, verhaal over de Pacer. En anderzijds de NOS-video uh, hebben gefactcheckt. Laten ja. we het zo maar even zeggen. Waarom heb je die opgeschreven? Ja, nou ja, weet je, ik stoor me altijd heel erg aan. Um, nou ja, als er op, op TV-uitzendingen, sportuitzendingen, dingen worden verteld. Wat helemaal totaal niet klopt. En dat, ja. en dat hoor je natuurlijk ook heel vaak bij wielrennen, bij schaatsen. Het lactaat komt uit de oren. Noem het allemaal dat soort uh, commentaren maar op. Maar hier was dus een filmpje over de gezondheidswaarde van. Nou, het lopen van nou, een marathon. waarde. Nou, je ja, het maar zo was, genoemd. Die was dus niks. De gezondheidsrisico's ja. van een marathon lopen. Ja. Nou, ja, precies. Dus dat ging totaal de verkeerde kant op. Het was echt een zwaar onder de maat uh, uitzending. En dat was ook al een, ver een vervolg op um, een van de andere uitzendingen die ze hadden uh, gemaakt over vermogensmeters. En daar hebben ze mij ook over gebeld. En dat heb ik ze proberen supergoed uit te leggen. En nog, nog... Zetten ze erin met heel veel onzin. Dus de, nou, daar, kan ik nou, daar kan ik niet heel goed tegen, moet ik zeggen. En dan denk ik, nou ja, dan moet je dat gewoon recht zetten. En dat hebben we volgens mij hier wel gedaan. Ja, ja. Uh, ja aflevering 79. Gaan we vooral luisteren als je hem er niet hebt gehoord. Uh, Na aanleiding van dat filmpje. Um. Hoe komt het, denk jij? Want het begint mij ook op te vallen. En ik snap, wij maken longformat. We hebben Jurgen, die geven we je soms een uur de tijd om dingen uit te leggen. Het moet natuurlijk op tv allemaal snel. Ja, maar dat. Uh, dat dropt dat snelle. En, en wat, wat ik vaak dan. Wat ik storend vind is dat ze willen scoren. Hè? Dan, dan is het meer. Weet je, we zetten er gewoon neer dat het slecht is voor iemand. Want dan ja. krijgen we veel hits. En dan gaan mensen er naar kijken. En dan gaan ze het, dan, maar als je zegt: ja, maar het lopen voor de marathon uh, is helemaal nog niet zo slecht. Het, het kan wel eens wat risico's meebrengen. Maar het valt eigenlijk wel mee. Ja, er gaat geen en ja, op gaat op niemand klikken, op klikken natuurlijk. Ja. ja, maar dat vind ik niet een reden dat je dat op die manier neer moet zetten en ja. juist voor een NOS. Ja, dat is wat we toen ja, ook al zeiden. Hoezo ja. is de NOS opeens ook ja. achter clickbait aan? Ja. aan het nou, gaan. en ik ben toch verrast dat, uh, dat de redacteur dan zegt: Ja, nee, maar we hebben echt we hebben een aantal deskundigen gesproken en dan denk ik nog steeds: Wie zou dan ja, niet. en en dan dan dat zou best kunnen, maar dan hebben ze het of niet goed begrepen ja. of te eens zijn ja. geïnterpreteerd. Of die deskundige, ja, laat zo'n filmpje dan nog even ja, teruggeven aan die deskundigen. Van ja, heb ik het hier goed verwoord? Of ja. hebben jullie nog? En ja, dat laatste is volgens mij essentieel. Is natuurlijk allemaal geen tijd voor. Hè? Nee. Nee. nee, maar ja, dan kan ik me als deskundige daar ook wel voorstellen. Ik denk, hè, nou, de ja. volgende keer als ze bellen, nou, dan, dan moeten ze maar weer iemand anders zoeken. Want uh, we zijn ook wel oh, een steltje wijsneuzen bij ja. elkaar natuurlijk. Ik herken het, ik luister met veel plezier naar uh, BVSC als uh, ja. podcast ook. Hè? Is natuurlijk ook Radio 1-programma. Ja. Maar daar worden ook alle klassiekers komen daar voorbij. Hè? Over ja, uh, ja na het trainen moet je eiwit. E nou, Alles wat hier wel eens. Uh, ja. nou, ik wil niet zeggen ontkracht, maar op zijn minst genuanceerd wordt. Ja. Nou, dat is daar meteen weer verloren. Het programma gaat ook helaas van de radio. Vind ik wel jammer hoor. Ja. Leuk programma, maar uh, nou, helaas. Mooi. Ik heb zelf ook even opgeschreven. Ik heb uh, dezelfde als jij, uh, Guido. Dus uh, ja, muziek smaakt. Maar dan de andere muziek? Uh, wel andere muziek, maar, maar dat het is. Dus, uh, uh, ja, dat, ja, dat mag. Dat vond ik een mooi inzicht. Die zet ik op. Maar de uh, um, tweede die ik meteen opschreef. en die is vrij actueel. is uh, aflevering 69, Jurgen. Waarin wij het gehad hebben over uh, drinken tijdens een marathon. Uh, onder andere naar aanleiding van die uh, marathon, was het Parijs uit mijn hoofd? Nou, die visual uh, hebben we in ieder geval gebruikt voor die uitzending. Waarin die loper, die Tokyo, toploper. Uh, uh, oh, dat was ook ja. de Olympische marathon. Ja. ja. Al die flesjes drinken voor de andere oh, omgooit. Ja. Uh, en dus de vraag, ga je langzamer lopen zonder uh, drinken bij de marathon? En uh, wat ik daar als belangrijkste les uit onthouden heb, is: je drinkt gauw te veel. Sterker nog, je kan tot 2% vocht verliezen. Je gaat echt niet zomaar uitdrogen. Hm. Nou, dat, Dus ik dacht, nou, we moeten allemaal niet spassy doen, ja. over drinken. Uh, la, bij een marathon al niet. Laat staan bij een halve marathon. Ja. Nou, wil het feit dat ik uh, een kleine twee weken geleden uh, op Ameland een halve marathon heb gelopen. <laughs> <laughs> nou, op Strava hebben mensen dat misschien wel gezien. Dat ging vrij goed, dat ging ook lekker hard. Maar Tot. ik moet toch zeggen, de laatste 2,5 kilometer Boing. ging toch echt wel. On, nou, on, <laughs> nou, nou, niet letterlijk onderuit, maar zo slecht heb ik niet vaak gezeten. Ik werd wat licht. Eerst wordt natuurlijk het blik klein hè? En dan ja. word ik, ik werd ik wat licht in mijn hoofd. Op een gegeven moment werden de benen slap. In kilometer 19 had ik echt een sterke behoefte. Ik zou hier nu wel willen gaan liggen. Dat dus je <laughs> echt denkt, ik, ik wil hier nu gewoon in het gas gaan liggen. Is dit een man met een hamer eigenlijk? Nou, dat zou kunnen. Maar ik, ik, het werd echt wel naar. En na de finish was ik ook echt wel een beetje, hè, een paar zwalkstappen. Ik ja. werd gelukkig wel opgevangen en lopen. En weet je, ik moet ook wel bekennen, daarna aanvallen op het snijbuffet. Eh, bouillon, thee, drop eh, en, en peperkoek. En dan ben je er ook alweer na tien minuten. Maar ik zat slecht. En ik zat daarover na te denken: wat is er nou gebeurd? Nou, s ochtends, ik in mijn ochtendplasje, donker. Dus ik denk: ja. oh shit, ik heb niet genoeg vocht in mijn lijf. Thee, water, drinken. Maar ook, ik hoor, maar, ik hoor, ik hoor, ik hoor <laughs> snijven, want die weet natuurlijk al... Ook even drie bakken koffie. Ja. Andere aflevering, want dat is natuurlijk Caffeine. cafeïne is goed hè. Ja. Maar ja, ik kan inmiddels zelf ook drinken. Wat doet cafeïne natuurlijk ook? drijft La. ook wel vocht af hè, maar Wat misschien niet op die termijn. Nee, nee, nee. Dus ik eh, voor de race plasje doen. En niet een redbulletje bij de... Nee, nee dat heb ik wel keer. afgeleerd. Okay. Maar ik ja. wel plasje doen. Niet één, maar twee keer moest ik plassen. Ja. Kraak licht, dus ik denk nou, met mijn nou, vochtbalans zit het wel goed ja. hè. Ik ben afgevuld met vocht. Dus ik ben onderweg me niet meer gaan. Uh, er waren twee posten, daar ben ik gewoon langsgerend. Ik denk, joh, anderhalf uur, daar kan ik prima langsrennen. Want hè, aflevering 69, zoveel hoef je niet te drinken ja, bij even een halve maand. Kijk, anderhalf uur, hoe lang was je onderweg? 1 uur, uur 38. Ja, dus ik denk, daar red ik wel. Maar goed, het ging toch slecht. Dus ik nadenken, was het dan voeding? Nou, goed om beter, grote banaan onderweg en onderweg nog een reepje gegeten. Dat moet kunnen. Maar toen dacht ik weens, ja, ik had een warm ondershut aan. Ik heb eigenlijk de ja. hele weg liep het zweet uit mijn ogen, <laughs> of uit mijn haren. Ik had de witte kringen van het zout in mijn oogkas ja, staan. Cool. Dus ik dacht, misschien is daar toch iets met vocht misgegaan. Had, had je dorst wel? Nee. Dat ook niet. Want meestal zei je, nou, je kan prima op je dorstgevoel afgaan. Nee, dat ja, maar dat kan ik misschien niet meer goed beoorden. Ja. ja, dat weet ik niet. Want ik was, het gebeurde natuurlijk ook twee kilometer voor de finish. Ja. Dus ik dacht ook: ja, het enige wat ik nu hoef te doen is door blijven lopen. Want ik kom vanzelf bij de finish. Ja, ja nou ja, zelf denk ik: dat is misschien toch een hongerklop. Dat je, maar jij ja, je zegt: je hebt wel een jelletje en een banaan. Maar misschien Rapie, is dat onvoldoende. Ja. Maar je, je liep behoorlijk fors. Hè? Ik bedoel, jij ja. hebt. Uh, ja, 300 ja, uh, wat. Veel glucose. En ja, weet jij inmiddels. <laughs> ja. Ja. Ik denk veel koolhydraten uh, verbranden. Uh, veel ja. van je glycogeen uh, zitten ja. op soeperen. Dus, Laat uh, ik zo zeggen: ik heb hem hier geselecteerd ja. als aflevering met veel impact. Omdat ik daar dus echt geleerd heb: ik moet me niet zo zorgen maken over drinken. Ja. Maar ik werd nu toch een beetje zenuwachtig. Zou ik dan toch te weinig gedronken hebben? Ik, nou ja, ik, ik gooi toch op jouw puur brandstof uh, niet goed gebalanceerd, ja. denk ik. Maar dat kan ook in je vocht dan zitten, hè? Want ja, meestal drink je dan in een energiedrank. Ja. Dus dan heb je je brandstof binnen, ja. je benzine. En ja. daar heb je ook wat vocht bij. Ja. En dan is het niet zozeer dat je zoveel vocht, misschien een liter tekort, dat, dat zal het niet zijn. Maar wel, zeg maar, de koolhydraten die erin gaan, die waren wel op. Ja, precies. Dus jullie zeggen eigenlijk allebei het zat waarschijnlijk in voeding. Ja. Maar ga dan maar oh. bij die drankposten sportdrank pakken. Ja. ja, ja. En niet water. Ja, ja. Nee, dus daar moeten we even nuanceren. Die uitzending is puur echt gericht op de vochtbalans. Ja. Ja. En natuurlijk in de praktijk is die gekoppeld vaak aan, uh, aan, aan energie. Ja. In het geval je een energiedrankje hebt. Dus drinkt. mijn recht toe recht aan conclusie uit de aflevering... <laughs> loopt die drankposten maar voorbij. Daar hoef ik dan misschien niet te doen. Nee. Maar het ging er mij om van dat er een beetje altijd gesteld wordt: Oeh, je meer dan 2% van je ge ja. gewicht verliezen aan, aan vocht. Oeh, dan raak je uitgedroogd. Nee, en daar dat... moet je voor waken. Nee. Terwijl in die uitzending blijkt, of de aflevering en de, de studies die gedaan zijn. Dat de, ja, juist toppers die verliezen soms wel 5%. 5% ja. Ja, ja, zonder moeite. Ja. Ja. Maar. Maar daar ja, ja, zijn ja. het wel weer toppers voor. Hè? Weet ja. je, je kunt zeg maar, die toppers dan weer niet één op één doortrekken Klopt. naar de gemiddelde ja. hardloper. In het begin zijn we het al over uh, drie dingen: VO2 max, hoe hoog je drempel daar tegenaan liggen, efficiëntie. Ja, dat is bij die gasten totaal anders. Ja. Ze Zij zijn veel efficiënter, mm -hmm. ze hebben dus minder vochtverlies dan um, nou ja, een gemiddelde loper als jezelf. Ja. En je dus. zegt zelf al, je was drijfnat. Ja, ik was wel heel hard aan het zweten. Ik had gewoon het, te warm de, onder dom, shirt en aan. En dan hebben we ook nog eens de, de omstandigheden waarschijnlijk toen, wat hoge luchtvochtigheid. Waardoor ja. je dus, hè, de vochtigheid ja. wat je afdruppelt. Ja. Ja, jij zegt die, ja, tup, dan hebben we hem. Ja. Okay. ja. Nou goed. Mooi, interessant. Dus uh, ik wilde maar mee zeggen dat uh, je moet ook onze afleveringen niet uh, te rechtlijnig uh, toepassen. Nee nee, 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 nee. kwam ik maar weer eens achter. Oh, al die nuance. Nou, maar het verbaast me wel dat je zegt ja, je, dat je helemaal geen dorst had. Ik had geen dorst. Ja. Dus dan zal het dus toch op voeding hebben gezet. Ja, misschien. Ja, aan de andere kant dat jouw dorstgevoel, ja, dat kun je ook niet altijd 100% waarschijnlijk opbouwen. Maar je wilde opbouwen. wel zeg maar um, bouillon, hè? Ja, ja, dat ja, hoeft aan. Dat is ja ja zout. Dat tekort. Ja, een drop, gezegd, jongen. Je hebt ja. een andere drop dat bedoel ik. Ja. Zouten wilde hij dus wel ja. hebben. Dat ja. gevoel had hij wel. Ja, ja. ja want dat, dat vond ik wel inderdaad opvallend. en In die zin kan je dus wel vertrouwen. Toen ik bij dat buffet was, jongen. Nou, echt. Ik was er ja. aan toe, zo we zeggen. Kom maar. Ja, ja. 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 Dus dat is dan toch ja. wel een indicator dat dat lijf zegt hier met die zooi. Ja. Ja, grappig. Ja, Hey, uh, we gaan eens een beetje doorschakelen. Uh, ik heb nog wat leuke statistieken verzameld. Ik vroeg jullie ook nog: is er nog iets waar je uh, bijzonder trots op bent? Op het, uh, zo aan het eind van het jaar. Als we terugblikken. Los van specifieke afleveringen. Ja, uh, dat we sowieso gewoon een jaar weer hebben volgehouden. Dat is natuurlijk ja. uniek. Nou, ja, ik ben toch wel, want ik moest helemaal terugdenken. Ik denk, oh ja, dat was vorig jaar. Zijn we begonnen met die doping specials. Ja, we dit, ook nog gehad. Dat is eigenlijk, uh, ja, die stond. Daar is het ooit mee begonnen, mijn, uh, mijn hele podcast ambitie. Dus in die zin ben ik blij dat we die ook hebben gedaan. En we hebben toch een aantal uh, ja leuke, interessante gasten daarin uh, gesproken. Dus ja. In die, zin, Thijs uh, die is me ook wel bijgebleven. Ja, Tijmen. Vroemen, Marco Knippen. Douwe de Boer, Helmar ram, ram zelf natuurlijk. van de Dopingautoriteit. Ja, ja mooie ja. serie. Je ja. ja. merkte wel in de statistieken ja. dat het voor sommige luisteraars een vreemde eend in de bijt was. Ja. Dat, wat is dit nou? Het is ja. natuurlijk een beetje een uitstapje wat um, voor weinig mensen heel relevant zal zijn. Uh, en ik moet ook zeggen, er is weinig aandacht voor doping geweest dit jaar. Ook, ja. uh, ik Alleen die nog... ajax -keeper, hè? Ja. Ik heb nog even bij de Olympische Spelen gekeken. Van is daar nog iets? Ja, uiteindelijk zijn er nu zes, uh, zes atleten tijdens de Spelen. Werden meteen positief getest. Die zijn uh, of uh, tijdelijk geschorst vaak. Ja, ze hebben gewoon 6000 controles gedaan in de aanloop. Iets van 25.000 lees ik. Maar dan de slotconclusie. Ja, uh, alle, alle plasjes en uh, bloedmonsters eventueel worden bewaard. Uh, voor de komende tien jaar, dus we zullen zien voor de nieuwe analyse technieken. Ja, ja. ja, spannend. Ik bedoel, het is duidelijk dat het, uh, het is, ja, het is nog niet uitgebannen, laat ik het zo zeggen. En ik uh, denk ook nee, leuk, ooit. leuk nieuws om te vermelden is toch dat uh, Hinke Schokker daar begonnen we een beetje ja, mee. Ja, dat zit in aflevering uh, 43. Ja. Was dat een soort verhaal waar we mee aftrapten? Als zijn toch een, uh, een amateur, uh, ja, recreant, recreatieve, nou ja. Wel serieuze sporter, maar geen topsporter op dat moment. Zeker niet professioneel bezig met dat sport. Die dan eigenlijk, ja, als een van de weinigen in dat jaar gepakt werden door de dopingautoriteit op een middel waar, uh, waar ze, nou ja, uh, behoefte aan had om, vanwege, uh, ja, attentiestoornissen of ADHD-achtige mm -hmm. klachten... Alleen dat niet had uh, aangemeld als zijnde en een, een medische test voor aangevraagd. Ja, daardoor meteen werd meteen gezegd, ho, uh, nou positief. Uh, ja, sorry, jij mag uh, vier jaar in principe uh, waarschijnlijk. Ben jij niet meer welkom op jouw eigen sport. Dus dat was het ultralopen. Ja, en maar, paardrijden. Uh, ze mogen ook niet meer naar nee, de manege. Je bent niet meer welkom op elk sportpark. Uh, nee, uh, nee. En, en ja, dat, dat vanuit daaruit. Uh, Ontstond eigenlijk onze hele vraag van ja, wie worden nou eigenlijk gepakt? Wat zit er achter welk systeem? En is het systeem wel in staat om, de, ja, om iedereen eruit te vissen? En uh, wie is het, ja, zijn er misschien mensen? Ja, onterecht. Of ja. Maar je begon met type... nieuws. Wat ja. Nu ja, wat de, zij is uiteindelijk. Overdoen. En dat had ik hem niet zien aankomen. Dat uh, ja, ze is uiteindelijk gewoon uh, vrijgesproken. Ja, hè? en die, dus fijn. Hoe het gegaan is, ja, ze heeft ergens wel geluk gehad, want haar zaak is eigenlijk toch opgepikt door een aantal media en een aantal experts, waaronder Douwe de Boer. Uh, en ja, die heeft zich echt ingezet voor haar zaak. En toen heeft ze ook gehoord van, ja, je, je had een medische test uh, moeten aanvragen. Nou, dat is met te terugwerkende kracht. Heeft ze dat gedaan en dus de commissie heeft zich daarover gebogen. Daar gaat het natuurlijk wel een hele tijd overheen. En in die tijd is er nog zei, steeds korten, uh, nee. ja, uh, een, 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 een dopingzondaar. Maar uiteindelijk is het toch het goede nieuws wat, wat je amper terugleest natuurlijk in de media. Dat wordt uh, uh, ja dat 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 het geaccepteerd is en dat daar uh, nou, dat zij dat middel had mogen slikken. En uh, nou ja, ik las ook dat ze meteen die 100 kilometer dit jaar uh, weer gewonnen heeft in windschoen oh ja? als uh, oh, wat als, goed. als eerste Nederlandse vrouw in ieder geval. Ja. Dus uh, nou ja, het is goed te horen dat zij toch weer gewoon uh, ja. Haar sport heeft opgepakt zoals we het zouden willen. Ja. Ja, ja, mooi. Ja, het blijft, weet je, is, doping dus zullen ze, waarom dat niet zoveel beluisterd wordt. Het blijft een, een negatief onderwerp. Ja. Ja, weet je, ja. het is altijd een negatieve lading. En, um, maar ja, je hebt. Je blijft er altijd te maken mee hebben. Um, ik zal ook nooit zeggen dat. Uh, ik hoop dat uiteindelijk een keer dat we er vanaf zijn. Nee, hey, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nee. Weet je, de regeltjes zijn er. En als er regeltjes zijn, dan zijn er altijd mensen die denken: oh, daar kan ik wel even omheen. En ja, dat. En de regels veranderen. En de analyse-technieken ja, veranderen. Duidelijk. En de middeltjes en de, veranderen. En, uh, en ja. Pff, alle regeltjes, dan denk je ja. Maar dan komt ook op een gegeven moment zijn er zoveel regeltjes. Dan word je er niet meer wijs uit. Hè? Nee. Nou, het is een mooie voor mensen die het zwarte gat invallen. Die niet uh, alles hebben geluisterd en zeggen: Wat moet ik nou de komende vijf weken doen? Nou, je kan gewoon bij 43 beginnen. Heb je mooie uh, ja. zeven afleveringen te gaan. Helemaal over doping wordt helemaal uitgelegd. Super interessant. Waar ik wel trots op ben, over statistiek is een mooi bruggetje. Is dat wij uh, regelmatig. De best beluisterde hardlooppodcast van Nederland zijn. Uh, onlangs uh, stuurden wij een persbericht uit over onze virtuele sportclub. Toen werd daar ook met opgetrokken wenkbrauwen op gereageerd door een aantal uh, partijen. Maar ja, uh, Chartable is een onafhankelijk platform wat gewoon meet hoe vaak worden uh, podcasts gedownload. Dat uh, kijkt hij overal in de categorie Nederland, in de categorie Sport en dus ook in de categorie Nederland Sport Hardlopen. Ja, en daar staan wij toch heel vaak op nummer 1, ook wel eens op nummer 3, 4 en 5. Het zijn een beetje dagkoersen. Maar ik heb hier een grafiekje in beeld voor de kijkers op YouTube. En dan is hij toch stabiel. Oh, ja. Veel uh, op nummer 1. Vind ik tof. Ik bedoel, we zijn natuurlijk breder dan hardlopen. Maar ja, er is geen categorie wielrennen of triathlon oh, of schaatsen. Nee, 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 nee. Dat was mijn volgende vraag. Ja, ik nee, wel. helaas. Ik ook cycling. Ja. Daar wil ik hem ook zien. Daar ja. willen wij hem ook zien. Nee, uh, het is daarna sport. Uh, dan kom je dus ook in concurrentie met de, de echte grote. Zoals een rode lantaren. Uh, maar ook alle Formule 1-podcasts en alle voetbalpodcasts. Daar schommelen we meestal rond plekje 20. Tussen Goed. 20 en 35. Nou, vind ik toch ook mooi, ja, toch? Ja. <laughs> Nummer 20 uh, sportpodcast van ja, Nederland. Ja, en volgens mij in België Running hebben we ook wel Ja, staan we ook regelmatig op één. Ja, 3, dat is wel leuk dat dus je zegt nog wat statistieken van afgelopen ja. jaar. We zijn in totaal 130.000 keer gedownload. 130.000 ja. luisteraars. Okay. Dat is even over onze hele uh, bestaansgeschiedenis. Daarvan ligt het zwaartepunt. Namelijk 93.000 keer wel in het afgelopen jaar. Daarvan 79.000 in Nederland. En, je noemde het ja. al, 14.000 keer in België. En dat merk ik ook op Instagram en op alle reacties. Dat we groot beginnen te worden in Vlaanderen. Dus uh, superleuk. Is Welkom. dat onze tongval, denk je? Of is dat... Uh... Ik weet het niet zo goed. Ja. Nou, je, misschien en... kunnen luisteraars Guido, heb jij Vlaanderen... veel contacten in, 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 <laughs> ja. in Vlaanderen? Uh, ja, als uh, Limburger. Uh, ja. Uh, misschien komt het een beetje overeen. Maar uh, uh, nee. ik heb natuurlijk wel um, in een gecombineerd Nederlands-Belgische wielerploeg gewerkt. Ja. Misschien dat dat weer te helpen. Ja. Dat netwerk. Nee, ja, het is leuk. En wat mooi is aan die cijfers: uh, we begonnen ooit met 30 luisteraars per week. We zitten nu gemiddeld op uh, 3000 luisteraars per week, ongeveer 2000 luisteraars per aflevering. Ik zeg al tegen jou, Jurgen. Ooh. Ja, kijk eens naar Alsof het een zaaltje ja, is hier het is in de kamer. Hè? Een, een stadion, dat begint nog aardig stadion, wat te worden. Vol, zo vol, dat veel. Ja, ja. Nog wat leuke statistiek. Uh, Spotify, misschien heb je het ook wel gehad, maakt eind van het jaar natuurlijk rap. rap. Ja. Maakt die voor luisteraars, maar ja. dan maakt die dus ook voor makers. Ja. Van die uh, 130.000 downloads uh, zitten er ongeveer 45% op Spotify. Dus ongeveer een uh, kleine helft. En dan krijgen we daar te zien dat uh, 381 mensen. Uh, ons op nummer 1 hebben staan in hun rap. Oftewel, die luisteren meer naar de Slimme Perseren podcast op Spotify dan alle andere podcasts. Ongelooflijk. Dat is kijk. een mooi gezelschap, toch? Ja, je hebt, er zijn duizend podcasts die je kan luisteren. Minimaal, ja. hè, maar, toch? Ja, daar dan... Die van ons is meest. Maar dan de volgende, dat vond ik echt een wenkbrauw omhoog feitje. <laughs> Wist jij dat op Spotify ah. 205 nee. mensen <laughs> <laughs> alle afleveringen hebben geluisterd? Zo, Tof. Ja. Tof, hè? Ja, vind ik stoer. Ik weet Wie? niet. Uh, en nogmaals, Wie dan kun je dus misschien... Als je dat is, mag, het, dit? Als je ja, dit mag extrapoleren, het, uh... dan zou je dus kunnen zeggen... de helft van onze luisteraars zit op Spotify. Dat het zou wel eens kunnen dat er dus meer dan 400 mensen... in Nederland en Vlaanderen alle afleveringen hebben geluisterd. Dat betekent dus ook dat er nog heel veel mensen zijn die dat nog niet hebben. En ook die weer zeg ik weer komende vijf weken. En wij even wintersport, kun je lekker bijluisteren. Kun je alles gaan terugluisteren. Ja. Om je in dit gezelschap. Ik te ga bijna nee, Of het zijn ultrafietsers die. Dus... Ja, wanneer doen ze dit? Ja. Hè? Hebben ze dit dan? Hè, wat ik al zei, als je muziek luistert. Ik, ja. ik luister dus muziek, niet in onze eigen podcast. Ja, ik doe ja. bij... Uh, maar bij... wanneer doen ze het? Dus, dus, dus hardlopen kan ik me voorstellen met je koptelefoontje ja. op. Fietsen buiten, dat vind ik dan alweer iets lastig ja, Op het, het ruimtje, gevaarlijker. Ja. Maar binnen fietsen binnen dan fietsen. weer wel. Ja. Ja. ja, maar ik doe het bij minder intensieve trainingen. Ja. Dus uh, bij ja. rustige dus duurlopen en zo doe ik al podcast lopen. mee. Ja, nou, ook uh, bij één uur. <laughs> uh, maar dan doe ik podcast mee. Ik doe het tegenwoordig ook wel in de auto, hè. Doe ik een half uurtje ja. even Radio ja, 1 en dan ja, ja, heb ja, ik het nieuws wel gehoord. En dan gooi ik hem ook op. Nee, ik nu ook minder, maar nog wel eens en uh, nou ja, wel eens als ik een beetje uh, de studio sta op te bouwen en zo uh, hier voor ons. Dan, ik uh, ben benieuwd, misschien een uitnodiging na die 205 fans. Wanneer? Ja, wanneer? Ja, Laten ja, we weten. Ja. Wie? Ja. Wie zijn dit? Ik ja, bedoel, wie heeft als je anoniem wil blijven, ook prima. Maar ja, wie durft hiervoor uit te komen? Ja, dat die ja. ja. alle aard. Al 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 en, en we gaan je heus niet testen van of je dat ook hebt gedaan. Maar, nou, dat is ook uh, een leuk idee voor het jaar. Ja. De slimme Presteren Podcast, Pubquiz. Staat nog niet op de lijst met ideeën. Maar ik wil toch even, even een serieuze boodschap. Uh, deze piramide, en daar hebben oh, het ja. lang niet meer over gehad. Uh, voor de YouTube-kijkers die zien in mijn beeld, maar ik zal hem voor de luisteraars rustig bespreken. Uh, want het is natuurlijk een soort piramide van hoe betrokken je kan zijn. En dat begint op niveau 1, mensen die luisteren en kijken. Nou, ik zei het net al, ik heb even wat cijfers erbij gezet. Dat zijn er nu zo'n 3000 per week. Uh, dat zijn er zo'n 2000 op de aflevering van die week. En dan nog 1000 die blijkbaar terugluisteren, vinden, beginnen. Dat is hartstikke veel. Maar het bevalt mij niet helemaal hoe zich dat doorvertaalt naar boven in de piramide. En ik, de reden dat ik het nu even wil aanstippen is, lieve luisteraar en kijker, we hebben jou nodig om voor onze plannen van seizoen 5 te bewijzen dat je er bent. Want we willen op weg naar de 100ste aflevering, kan ik nu al tipje van de sluier, willen we een mooi live event doen. Ja. Daar willen we allerlei bedrijven en organisaties benaderen om uh, iets in een goodie bag te stoppen. Maar ja, die zeggen dan: Nou, laten zien dan. Hoeveel mensen zijn dat dan? Ja, ik kan wel zeggen 3000 uh, downloads. Maar ja, dan kijken ze op onze socials en dan zien ze dat niet terug. Dus um, in totaal hebben we nu zo'n 4.500 abonnees. Oftewel mensen die op dat knopje abonneren hebben gedrukt. op YouTube, of op uh, Apple Podcasts, of op Spotify. Als je dat nog niet gedaan hebt, doe dat dan meteen. Maar dat gaat best goed. Maar dan die vertaling naar die socials: hè, uh, naar Twitter, slimmerpodcast. of Instagram, slimmerpodcast. Moi, kan beter, zeg ik dan. We zitten nu nu ik ze gemeten hebben op zo'n 330 Twitter volgers en 550 Instagram volgers. Moet op ja. TikTok? Ja, nee, zeg ik dan. Ik wil gewoon dat iedereen die nu luistert en kijkt, gewoon even, ook al zeg je, het boeit me niet wat die gasten doen op Instagram, toch even druk op volgen, want dat helpt ons om naar die organisatie te zeggen, kijk, dit is ons bereik. Ja, en dan wordt het helemaal snel minder. We hebben een mailinglijst. Als je naar onze website gaat: www.slimmerpodcast.nl, krijg je zo'n pop-up, uh, meld je aan voor de mailinglijst. Nou, daar staan nu 50 man op. Ik schrijf hier 50 tot 75. We hebben wel meer mensen die ons mailen. Dat is een hartstikke leuke interactie ja. voor. Wat ook redelijk goed gaat, is dat we op uh, Apple Podcast nu zo'n 75 mensen hebben die ons gereviewd hebben. Ja, als je dat nog niet gedaan hebt, kleine moeite. Druk even of op vijf sterren of drie sterren whatever. Maar laat het even weten. En ik kreeg een uh, e-mail van Spotify dat in het nieuwe jaar Spotify ook reviews en ratings gaat ah. introduceren. Okay. Dus aan al die luisteraars op Spotify. zodra je de optie hebt, druk daar ook even lekker op die vijf sterren. Want het helpt dan weer om meer mensen onze podcast te laten ontdekken. Dus dat is natuurlijk leuk. En dan komen we bovenin uh, bij, uh, bij twee belangrijke dingen. Vriend van de show, dat kon je altijd worden al uh, de afgelopen anderhalf jaar. Dan kun je voor uh, gemiddeld één kop koffie per maand uh, doneren. Ja, en dat was het dan, hè, Jurgen. Dan, dan, dan steunde je onze podcast financieel. Daar kochten wij van alles van. Daarmee uh, probeerden we uit de kosten te komen. Maar we hebben ook tegen elkaar gezegd, we moeten die vriendschap meer invulling gaan geven. Oftewel, we gaan meer terugdoen voor vrienden. En het eerste hebben we onlangs gelanceerd in de aflevering met Schi Lieke Schiphof. Dat was onze virtuele Strava club. Nou, en daar zitten nu al 40 mensen in. En voor de kijkers op YouTube die denken, hoe kan dat nou? 38 <laughs> vrienden van de show, 40 mensen in die club. Dat komt, omdat we ook als, uh, al onze special guests ja. hebben uitgenodigd. Leuk. En je hebben daar massaal op gereageerd. Ja. Dus je kan nu zien hoe verschrikkelijk veel Wouter Hoogkamer hardloopt. Is ja. je dat al opgevallen? Hoe verschrikkelijk veel Thijs Zonneveld op de fiets zit. Nou ja, en maar en, klopt hard, ook. en nog steeds heel ja, hard fiets. Maar ja, dat is ook ja. een halve prof. Ja. We hebben die club ja. natuurlijk opgericht. Niet om ons schuldig te voelen over hoeveel zij sporten. Maar om te zeggen: nee, ook kleine loopjes. Langzame loopjes. Daar geven we duimpjes uh, op. Dus ik ben druk bezig. Hard duimpjes uit. <laughs> dus uh, ja, toch maar even zeggen: jongens, uh, doe mee. Word vriend van de show. Abonneer je op onze socials. En word lid van de Slimmer Strava Club. Heb jij er al in gekeken, Jurgen? Uh, heel af. Ja, ik heb ik post weinig want <laughs> ik sport niet zoveel. Dus dat nee, is, is wel hard komen. Ja. Maar, uh, nou, nee, dat ik heb er zeker in gekeken en uh, leuk om te zien dat veel inderdaad special guests gewoon zich ook aanmelden. Dus uh, nee, ik vind en, en dat komt er natuurlijk elke week een top drie. Hè? En, uh, ja, maar daar kijk dan? ik dus expres niet naar. Ah. Ik vind, uh, ik vind juist wat we toen zeiden: je, het moet nou weer niet als een soort nou, competitie-element nee, nee, nee. worden wie nee, gaat nee, het meeste trainen. We doen wie ook heeft de, de meeste kom... kilometer gefietst. Ja, want dat leg je toch af tegen Thijs Zonneveld en Autohoofd. Ja, ik moet op, je de aan de top, top aan. Uh... Ik zit nu, uh, nee, ik, ik ben de 21. Maar hoor ik hier nou toch een bepaalde competitie aan <laughs> ja, 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 te ja, Kom maar. <laughs> ik zit nu over de 21.000 kilometer. Ja, nee, oh nee maar kijk per week. hè? Ja, nou, Oké, okay, dan heb ik elke week uh, uh, meer dan 400. Ja, ja. nee, maar uh, dit is een mooi bruggetje naar de, de, de... Vandaar dat je ook wel op de fiets bent gekomen Ja, vragen. dus ja, altijd op de fiets, ja. niet ja. in de auto. Ja, nee, maar dit is een mooi bruggetje naar de plannen voor volgend jaar. Die club dus, die willen we gaan uitbouwen. Uh, we willen meer met vrienden doen. En uh, ik heb dus in onze slimmer presteren ja. club op uh, Strava ook al wat evenementen aangemaakt, waarin we samen gaan sporten. Allereerst natuurlijk de Rotterdam Marathon. Hè. Daar moeten we ons op uh, revancheren. Ik in ieder geval. En uh, er zijn al aardig wat mensen die meegaan naar 10 april. Als jij het overweegt, je hoeft niet de hele marathon te doen die dag. Je kan ook uh, een kwart marathon daar lopen. Een halve volgens mij. Laatste kilometer. Nee, een halve niet. Nee, halve uh, niet. Nee, half, daar niet, had he. ik nog naar gekeken. Nee, en dus maar, je uh, kan een kwart marathon uh, doen. Ja. Dat is dan uh, ruim 10 kilometer of een halve. Dan ben je toch in Rotterdam 10 april. We doen de hele. Yes. Maar dan op 21 mei, 7 the date... Uh, dat is zes dagen voordat de 100ste aflevering gaat uitkomen. Die staat gepland. Als we gewoon netjes na vijf weken winterstop weer beginnen en iedere vrijdag bij je zijn, dan komen we op 27 mei, zeg ik uit mijn hoofd, op de 100ste aflevering. Nou, daar, daar willen we natuurlijk iets omheen doen. Dus ik heb even teruggedacht. Ik dacht, dat moeten we natuurlijk op een zaterdag doen. Zaterdagochtend, 21 mei, hebben we een mooie locatie hier in Leersum. Gaan we uh, maximaal 100 vrienden van de show uitnodigen. Dus ook weer een reden om vriend van de show te worden als je het nog niet bent. Uh, 100, want ja, 100ste aflevering. Misschien worden het 30, maakt me niet uit. Maar maximaal 100. Ja. Daar gaan we uh, natuurlijk elkaar ontmoeten. Uh, daar gaan we een live aflevering opnemen. Uh, en we hebben het thema ook al bedacht. Jurgen, waar gaan we het over hebben die dag? Placebo hè. Ja, dat leek ons nou wat typisch. Ja. Ja, we hebben het de hele tijd over dingen die zinvol en onzin zijn. Maar, en ik quote hem graag, zoals uh, trouwe luisteraar Lucas van Rosmalen op een gegeven moment al mailde. Ja, maar jongens, jullie schrijven al die dingen af als placebo. Maar placebo-effect is toch ook, ook effect? een effect? Ja. ja. Dus die dag willen we helemaal erin duiken. Hoe kan dat nou? Waarom werkt dat nou zo? En wat zijn Dank. nou de beste placebo's die je kan gebruiken? Kun je placebo ook trainen, hè, voor jezelf? <laughs> ja, toch? Ja, precies. Nou, Ja, raar. dus uh, dat is uh, zaterdag 21 mei. Zet het in je agenda. En uh, word vriend van de show, dan krijg je zelf ook een uitnodiging. En daar staat ook al 27 augustus, laatste uh, zaterdag van augustus, de uh, cross-triathlon in Renkem. En ook daar zijn al wat mensen die zich hebben aangemeld. En die 21ste lijkt me dus ook leuk dat na die aflevering, na die ontmoeting, we ook ofwel gaan fietsen of gaan lopen met elkaar. Toch Guido, doe je mee? Ja, ja fietsen wel. Jij gaat fietsen, ja precies. Ja. Jij gaat met de fietsgroep mee. Ja, ja, ik denk de moet uh, Ja, precies. Ideaal. Ik denk dat Jurgen en ik ons uh, gaan uh, verdelen. Ik denk dat ik dan mag rennen en dan mag jij kiezen, Jeugd. En dan. Uh, ik zie wel nu dat de aanmeldingen voor de ride zijn al wat populairder dan uh, voor <laughs> de run. Maar goed, het moet allemaal nog een beetje Zij vorm krijgen, natuurlijk. zou ik ook doen. En uh, als we het dan toch over die marathon uh, uh, van Rotterdam hebben, dan moeten we misschien nog maar een leuk nieuwtje aankondigen voor uh, het nieuwe jaar. Want, meneer Vroemen, ja, je zit hier hotel. leuk aan de koffie. Ja. Want wij gaan ook wat doen, hè? Nou, vooral jij. <laughs> ja, precies. <laughs> vooral jij. Ik ga het zeggen wat je moet doen. Ja. Um, maar jij moet het uitvoeren. Ja, ik heb uh, naar aanleiding van die laatste marathon, wat me toch niet beviel, en het leuke contact wat we hebben, dacht, nou, als het leuke soort van extra content ook voor de podcast, laat ik maar eens uh, onder begeleiding gaan van een topcoach. Oftewel, sinds uh, een week ja. of twee uh, krijg ik van jou voorgeschreven wat ik mag gaan doen. Ja. Ja, hoe, hoeveel en hoe hard je moet lopen. Ja, met als, doel, met als doel. Om te zorgen dat ik dan 10 april. gewoon eens gecontroleerd, zo snel mogelijk. aan de finish kom. Ja. Wauw. En, en uh, voor jou. Ja. Uh, nou ja, voor jou zo snel mogelijk in tijd. Ja, ja, precies. Participerende journalistiek. Ja, dat wordt dat dan, hè? Dat ga jij natuurlijk een ja. beetje bijhouden. En ja. Melden ga ik terugkoppelen. En, uh, en we maken gebruik van, van allerlei. Sensoren. Leuk. Nou, maar dat kom, is. Kom, uh... kom, mocht hij zomaar bij jou? Uh, ja, wat nah, een heeft... zware selectie. ...of ja, ja, ja. heeft hij veel betaald? Nee, nee ja, dat was natuurlijk. Ja, dat even... is wel goed trouwens om te zeggen: ik betaal een hele gewoon. Discussie. Hè? Ja, ja. ja. Het was een hele discussie, inderdaad. Dus we hebben daar wel even moeten kijken. Ja, maar Gerrit, Let op welke audio-producten? Uh... Neem die podcast mee, hè? of uh, die microfoon. Ja. <laughs> je moet wel um, uh, heel erg hard je best doen. Ja. Want um, uh, ik wil wel dat je het alles en uh, het beste uit jezelf gaat halen. Dus een intakegesprek is er geweest. En ja. uh, jullie hebben elkaar in de ogen ja, ja, ja. gekeken. Nou ja, dat toch niet? Hè? Dat was een beetje uh, online. Ja. En uh, via WhatsApp en de e-mail. En uh, noem het maar allemaal op. Dus, nee, maar dat is wel een van de dingen die mij verbaasden. Dat was wel leuk. Ik zeg, nou, nu gaat het gebeuren. Word ik nu helemaal doorgemeten? Ja, moet nee. ik een test doen? Ik... Nee, JD. Ga eerst maar eens gewoon beginnen. Ja. Dat doen we wel iets later. Want okay. je zegt, ik ja. moet eerst gewoon wat basisdata hebben of zo. Ja, klopt. Dus wat ik heb ik? hem een beetje wat, nou ja, wat, wat opdrachtjes al gegeven... en ik moet wat data verzamelen. En uh, nou ja, dus nieuwe sensor, die stride... Vermogen lopen, hè, dat hebben we nu, nu uh, geïntroduceerd. Ah, dat vind ik leuk, want uh, ja. daar zijn nog steeds weer vragen over. Ja, er komen veel uh, vragen van luisterers. Ja. Ja, dus iedere keer dat wij het woord vermogensmeter laten vallen, reageert er wel iemand die zegt: En hoe zit het ja. dan met vermogen bij hardlopen? Ja, daar gaan we dus nu helemaal uit de doeken. Ah, okay. Ja, ik ben zal nog het eerste item ja. uit de kist. Hè. In het begin van de aflevering had ik het over de kist. Ik dacht, we gaan dobbelen, maar ja, deze ligt nu op tafel. Dus. Oh, wacht hoor, je hoeft geen... Uh, wat moet je gooien? Vier hoef je niet meer te gooien. Dit is hij, de stride. Ja, okay. dit, is, uh, dit is wel leuk, want uh, ja. wij zaten dus... Uh, twee mooi. jaar lang lullen oh, we wow. over mooi vermogensmeters. Ja, ik had hem ook nog nooit zo uh, ik, live uh, gezien. Ik, ik meld me aan bij uh, Guido... en het eerste wat hij zegt, regels en ding. Nou, dat zei hij dus niet. Dat gaat dus mooi subtiel, hè. Uh, hij, hij noemde dat al een keer... van, joh, het is misschien wel handig om uh, ook zo'n vermogensmeter... dan te lopen. En op een gegeven moment appte, appte jij naar mij, Guido... en zei je, goh heb je nog gekeken, dat zei hij, heb je nog gekeken naar die vermogensmeter? Want als je dat hebt, kan ik jou wel echt veel betere opdrachten geven. Nou, ja. ik heb hem per direct besteld. Ook omdat, wat ik ja, in het begin ja, van de aflevering zei, uh, ik weet nog niet of Jurgen mij gaat vertellen of dit wetenschappelijk zinvol is, maar dan kan ik in ieder geval straks uit eigen ervaring en hand daarover rapporteren. Dus ja, ik nee, loop het was, heel, mee. Ja, het was een hele mooie actie, want ik zei, nou, heb je net al gekeken? En uh, nou ja, het was heel overtuigend. Ja, en uh, binnen enkele minuten kwam het appje al terug. Ding, besteld. Dingetje, besteld. <laughs> dus je ziet, nou, commitment. Ja, zeker. Ik wil jullie toch even meenemen uh, wat er gebeurde. Ik heb onlangs voor uh, Guido een, uh, een stride looptest gedaan. Ik moest voor jou oh, ja, ja, uh, drie keer één ja, ja, ja. minuut hard, drie minuten voluit, negen minuten voluit. Ja. Heb ik netjes uh, gepost op Strava. <laughs> Reacties, jongens. Echt, ze vlogen erop. Albert Rijnma, mooi resultaat. Al een aanpassing aan je critical power ja, ja, dat binnen. Ja. Het, gaat, het gaat natuurlijk binnen. Vervolgens, uh, Michael Bentvelzen, vriend van de show. Mooi effectief trainen. Ben benieuwd naar de aflevering over de vermogensmeter. Met een grote smiley. Johan Ursum, UTT clubgenoot. Ja. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik vind het een topding. Maar, zegt hij, zolang je hem niet in de ah, bergen ja. of op onverhard gebruikt. Nou, moeten we misschien Op bergen Joab... werkt wel. Onverhard gaan we niet door de. Dat, dat klopt. Je moet niet door de mulle Zandbak heen ah, gaan rennen. Oké, okay. kijk. Eh, want dan eh, klopt het niet helemaal. Precies. Maar in de bergen kan prima. En toen, tot mijn eigen verbazing, kunnen jullie net niet lezen op het scherm. Koen de Jong zelf kwam even op mijn Strava. Wij ja, die... kennen elkaar uit de ja, tijd ja, dat ja, ik ja. met hem een vlogje gemaakt heb. Hij is natuurlijk ook nauw betrokken bij ja. de jongens van ProRun, heeft ja. een e book geschreven. Hij zegt: ben benieuwd naar de podcast Gerrit. Ja. Heb je al doelen of wensen of plannen met de stride? Nou ja, zeker uh, marathon Rotterdam en ook uh, Christine Hiemstra schrijft: uh, bij mij was het niet alleen koud, maar oh, dat uh, ging nog even over dat het die dag uh, onder nul was. Ja, maar Koen dus, uh, is natuurlijk ook al lang geleden door mij een beetje zo richting vermoed. En dat was het allemaal niet. En dus, uh, ondertussen is hij ook gewoon daar wel wat meer van overtuigd geraakt. En ja. Ik, ah, Kijk, maar het werkt wel. Nee, want ik heb dus deze. En wederom, wij zijn helaas ProRun jongens. Misschien moet je zo over nadenken. Maar we zijn op dit moment niet gesponsord door ProRun. Maar ik heb hem <laughs> daar dus wel besteld. Uh, dan krijg ik daar meteen een e-book bij. Uh, geschreven ja, ja, door ja, ja. Koen de Jong met de mannen van Pro-Run. Dat heb ik netjes gelezen. Hans waarin, uh, en Ron? Ja, Hans ja. en Ron. Waarbij uh, Koen dus ook schrijft dat hij toch om is, inderdaad, en nu traint op vermogen. Even. Ja. Hier komt nog een aflevering over. Maar ja. Even als, als teaser. Ja. Waarom zei je tegen mij: Ik kan je dan veel betere opdrachten geven? Wat, wat is het belang voor jou als, als mijn trainer-coach? Ja. Nou, dat, ik kan je op een gegeven moment ik kan je op verschillende manieren opdrachten geven. Dat kan aan de hand van hartslag. Maar, weet je, hartslag vind ik dan eigenlijk meer een reactie op de prikkel. Dus dan wil ik weten hoe jouw lichaam reageert. Um, dan kan ik wel ook gaan uh, opdrachten geven aan de hand van snelheid, GPS. Maar dan weet je zelf ook, als je hier in uh, leersum blijft lopen, de bossen, soms, heb je uh, soms niet zo'n heel goed GPS-signaal. Dus dan, um, als je dan een tempo moet lopen, um, stijgt dat je 4 minuten kilometer moet lopen, dat is best lastig. Ja. En dat is voor mij ook heel lastig om dat dan te analyseren. Wat heeft hij nou wel gehaald of was die GPS niet goed? Ja, ja. ja maar dat was die, even, de, even een Jurgen pot, vertellen. Is dat, dat is dus een langer. van de dingen die ik niet wist. Ze zeggen dus ook, in die pot, zet dan op je uh, Garmin in mm -hmm. dit geval de GPS uit. Ah, en ja. laat de pot je afstand ja. bepalen. Dat, ja, ja, een, dat dus wist ik niet. Dus het is een stappenteller, zeg ja. maar. Ja. Die meet, zeg maar, hoe, hoe, lang, hoe lang je stap is. Ja. Hoe vaak je stappen zet. Dus dan heb je daar een, een nauwkeurige afstand. Heel nauwkeurig. Want je kunt best wel eens een keer uh, met de hectometerbordjes, ga ja. je langs de provinciale weg lopen. En dan loop je een kilometer. Dan kun je hem ook kalibreren op. Ja. Dus dan moet hij nou ja, binnen 1, 2, 3 procent zitten. En uh, daar zit hij ook. Ja. Maar is het dan maar één? Ik ja. kan bedoel dat, je? dat het twee zijn. Dat je, je oh hebt twee nee, benen. het is maar één voet. Klopt, maar dat heb ik ook wel eens met eens gediscussieerd. Stop, ik krijg net namelijk een ook van Sander dat echt al heel lang begint te duren. Ik weet Kijk, niet wat hè? voor een duurloop mensen aan het doen zijn. En we moeten die hele kist ja. nog leeg. Dus laten we die vraag komen, vasthouden ja, dus voor de niet. aflevering in het, het terug... nieuwe seizoen je over de Je kunt iets met twee. Ja, precies. Um, daarom, we hebben vier gegooid. Uh, dobbelen. Ik heb hier even voor het audio-effect een, uh, een dobbelsteen en een uh, gooibeker. Gooi eens. Want uh, ik heb dus een kist met spullen van uh, dingen twee. uit het nieuwe seizoen. De twee. Ah ja, leuk. Linda okay. Zenger stuurde ons bericht. Want die zag dat de Survival Run Bond een, uh, een, een post had geplaatst over iets heel bijzonders. Ik heb het hier in cadeauverpakking. Jurgen, pak het eens. Oh nee, jij hebt gegooid. Guido, pak het eens uit. Want hier gaan we het ook in het nieuwe seizoen over hebben. Moet je een beetje dat papier zo naast je microfoon laten knisperen? Dat is leuk voor de, de geluidseffecten. Ja, heel goed. Che, hij krijgt gewoon een, een, een envelop. Ja, geld? een envelop. Prettige uh... feestdagen. Ja. Het is dus brievenbuspost. Het, ik heb de factuur hier nog liggen: 25 euro voor twee keer twee stuks. En uh, dat vind ik al behoorlijk aan de prijs. En Linda ook, want het is. Wat heb je voor je liggen? Moet je weer even in die microfoon praten? Nutri-tape. Precies, Nutri-tape. Oftewel, test it. Met de belofte dat je een pleister. Jij had uh, kinesio tape op je ja. rug. Dit product beweert dat als ik dit op mijn bovenbeen, volgens mij, als ik het goed heb, plak. Dat ik dus maar mijn voedingsprobleem. Ik heb het van tevoren. Ja. antes de practica de porte. <laughs> <laughs> Oftewel, uh, wat ik zei, Li Linda Zenger, uh, haar wenkbrauwen gingen ook omhoog. Goh, is dit wetenschappelijk bewezen? Werkt dit zo? Kan je, kan je op deze manier voeding innemen? Nou, we hebben net vastgesteld in mijn halve marathon: ja. ik zou best wat extra koolhydraten kunnen world. gebruiken. Ja. Dus uh, dit wordt een van de onderwerpen waar we ja. in het uh, nieuwe seizoen het over gaan hebben. Nutri-tape. <laughs> het werkt ook supraorbitaal. <laughs> ja, en we gaan het dus uh, uitproberen. Nou, Guido, ik zie al aan jouw reactie: je hebt er nog nooit van gehoord. Um, of in ieder geval nee. niet mee gewerkt. Nee, ik, lijk, weet je, ik vind eten ook lekker, maar daar ja. heb ik geen smaak bij. Nee, en ik moet zeggen, ik zei dus al even de prijs: 25 euro voor twee van dit soort pleisters. Het moet wel heel erg goed werken, moet het dat waard zijn? Maar dat gaan we dus uitzoeken. Zo, dat is nog duurder dan ketonen. Precies, zinvol of onzin? Niet die tape. Uh, Jurgen, ga gooien. Ja, ik ja, ben benieuwd wat je voor mij hebt. Oké, dan hebben we een ja. stukje onvoorspelbaarheid. Ja hoor. Ja dus hoor, wees. de zes. Ah, oh, leuk. Leuk, 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 leuk. Uh, de zes. Ja. De zes. Het de zes. <laughs> we hebben een. Oe, uh, we hebben een dobbel... Oh, de zes. Wow. Ah, ja, okay. Kijk. Oh, ik heb nee. het bijna niet getild. Oh, nee. Ah, Naar nou, aanleiding okay. van een bericht van ja. Hans Luijendijk. Hans, die uh, tipt ons regelmatig op Instagram. Moeten jullie het hier niet over hebben? Moeten jullie het hier niet over oh, hebben? Is, hij, is, hij is echt heel zwaar. Til maar eens op. Wauw. Lomp, hè? Wij hebben het hier, beste luisteraars, al. over een pak de, met een oh. verzwaringsdeken. Dit is ja, dus lekker, uh, een dekbed van 7 kilo. En Hans stuurde mij een bericht door uit The Men's Health. Waarin er stond dat een verzwaringsdeken goed zou zijn voor sporters. Want het zou je beter doen slapen. Nou, daar hadden we het eerder in deze aflevering al over. Slaap is de belangrijkste ja, ja. parameter in, hotel, uh, in, ja. in herstel. <laughs> ja, ook in een hotel. Ja. Dus ja, um, fascinerend. Je hebt ze voor uh, bijna 200 euro. Dus toen ik dat zag, dacht ik, nou, Hans, ah, ja. leuk meer dingen uitproberen. Maar dat ga ik niet doen. Maar ik heb even doorgegoogeld en uiteindelijk vond ik uh, op een website enorme aanbiedingen. Deze heb ik voor 40 euro kunnen bestellen. Ik dacht. Nou, met die 40 vrienden van de show. A één kopje van uh, per maand kan dat wel uit. Daarom, hè, vriend van de show met dat geld kunnen we dit soort dingen kopen. Um, dus ik heb hem besteld en ik uh, slaap er al even onder. Je ziet er uitgeslapen uit, Gerrit. Uh, heeft dat hiermee te maken? Of niet? Ja, nou ja, ook hier komt nog een hele aflevering over. Ik moet zeggen, na de eerste bevindingen, ik vind het best wel lekker. Ah. Ik vind het, uh, ja, het legt je dus echt gewoon neer. En, uh... en dan snap ik ook de. Commentaren ja, ik ging dat dus maar even loggen, want ik dacht dan in kunnen we dat... Ik stond altijd op de deken. Ja, want ik dacht, dan kunnen we, denk, we misschien kijken nou, ook... of dat iets doet met de HRV of, uh, of wat dan ook. zet ja. dan even nog ja, neer. Ja, staat hij voor ik. mij. Sorry, Waited thing. for relieving stress and anxiety. Ja, Jurgen, weet je hoe dit werkt met camera's? Waarschijnlijk is het nu onscherp. Want het staat <laughs> en er zitten uh, glass beads in, hè? Gra ja, glass beads. Ja. Dit maakt wel okay. Maar het is echt een absurd gewicht, hè? Ja. 7 kilo. Dus, daar komt ook een aflevering Leuk. over. De Verzwagedex. Uh, ik mag bomben. hem ook testen, hè, toch? Is hij ook warm? <laughs> ja, ja. Dus uh, ik had, ik had uh, dubbel dekbed. Een zomerdekbed met zo'n winter ja. En ik heb nu een van die twee eraf gehaald en deze eroverheen gelegd. Ja, heerlijk. Ik vind het wel lekker. Een beetje, maar ja. Of ja een beetje wetenschappelijk. liggen, ja, toch? Ja. Ja, 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 ja. Maar één persoon. Eén persoon is deze. Ja. Dus nou, de, ik zal daar vanavond nog wat over vertellen ja. in de aflevering ja, over de zwaris, uh, je je nou, <laughs> nee, sorry. Maar wat dat voor de kwaliteit van slaap doet, het, <laughs> uh, weet ik ook nog niet. Um, Dubbel nog eens. Oh. Ja. Nog geen dubbelen. Ja, ik heb een hele kist vol natuurlijk. Weer een twee. Twee, hadden we al gehad. Ja. Weer twee? Ik Gooi, eens dit. gooi nog eens. Super twee. Weer twee, ik. wat doe je? Ik kan het. Vijf. Nee, nee, vijf. Ja. Oeh, dit o, is er o, ook. Oh, één maar twee. Een thema waar we het al veel over hebben gehad in de podcast is natuurlijk, zeker naar aanleiding van de marathon, schoenen. Ah, schoenen. Dus ik heb ook wederom, ja, nou, is dit gesponsord? Nou, niet echt, maar wel deels. Ik heb een vriend van mij, werkt bij Nike. En die kreeg ook lucht van dat wij de best beluisterde hardlooppodcast van <laughs> Nederland zijn. Dus die zit al de hele tijd: "Loop je al op, op die oh. nieuwe Nike's?" Oh jongens, dan. Ik zo nee, 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 die heb ik niet. Nou, hij kan die met grote korting krijgen, dus in die zin twijfel ik even, is dit gesponsord? Nou, ik heb ze in ieder geval voor veel korting kunnen kopen. Dit zijn een apparaten jongens, als je nu luistert, je ja. zou er bijna voor naar YouTube gaan. <laughs> dit zijn de Alphafly Next Percent, de ja. allernieuwste. Ja, dichter bij rood kwam het niet. Nou, wow. echt, echt rood is het niet. Het is een soort, uh, wat is dit? Mango-achtig oranje. Maar wat een apparaat. Dit is dus, uh, je ziet hieronder de carbonne plaat. Ja. Uh, meer zoom dan ooit. Ja, hou maar eens uh, vast. En met luchtkamertjes, hè, bij die... Uh... Luchtkamers, ja. sorry, voor het papier. Ik zal even de doos weer op de grond zetten. Dus uh, die uh, heb ik mezelf maar voor de kerst uh, cadeau gedaan. Nogmaals met significante korting hoor. Ik weet niet of ze uh, het geld uh, helemaal waar dat zijn. Ja. Uh, uh, yeah. Flink hè? Super licht hè? Ja, super wow, De bovenkant uh, is helemaal niks. Is letterlijk een uh, ja. mesje. Maar dat is ook weer als uh, streeftijd. Dat hebben wij nog niet vastgesteld <laughs> oh, met elkaar. Oké, okay, doe dan maar weer 10% af. Ja, denk je? Je bent onder de indruk van <laughs> oh, deze stappers. Van je 4 is het. 4% gaat sneller. Ja, dat was die eerste generatie. Dit is alweer de volgende nee, generatie. Blijft, dus, hè. Dit blijft ongeveer. Ja, daar zijn 10 geen onmiddellijke mee gedaan. Nee, maar, dat, maar ik uh... verwacht dat dat een beetje hetzelfde is. Ja, Wel dus... leuk, hè? Er staat dan opgeprint op de zol. Measured in the lab. Nou, ja. dat is dus het lab ja, van ja. Wouter Hoogkamer. Aflevering 37, hebben wij gesproken. En Wouter is dus ook lid van de Slimmer Presteren Strava Club. Dat is die man die zo verschrikkelijk veel loopt. Wetenschapper in Amerika. Ja, nou, ik ga ze uitproberen, de nieuwe snappers. En als ze bevallen dan uh, en het mag van jou, Guido, dan ga ik Rotterdam oplopen. En dus, even, te veel, want anders. Maatje groter gekocht, hè? Ja, even voor limber. de zekerheid. Dus die heb ik geleerd. Ik ben heel benieuwd, als jij hier gaat lopen, dan word je achterna. Ja, want die. <laughs> oh, iedereen kijkt erna van, hè? Wat komt daar voorbij? <laughs> dat jullie? heeft die gast aan zijn voeten? <laughs> ja. Ja, die, daar, daar heb ik ook wel een beetje. Dus wow. Het echt, is echt Het is niet gewoon oranje. Het nee. Is gewoon nee. De, de, de hey, ik heb nog twee items in mijn kist. Dus uh, gooi nog eens. Uh... Ja, één of drie. Vier. Vier. Ja, dat de, de was de, dat de strike. Was Die ja, hebben we al besproken. Eén of, of drie. Zet me niet onder de Leg het maar gewoon neer. Leg het maar gewoon neer. Ja, ja. ja. Eén. Eén, één. één, één, yes. één. Kijk, leuk. Eén heeft uh, te maken met het feit dat wij nu als volwassen podcast en met meer en meer fans en vrienden toch ook een beetje moeten gaan werken aan onze merchandise. Dus. Ik heb hier ook voor jullie officieel de allereerste, lekker grote, slimmer presteren wow. podcast-stickers. Ja, die uh, op je schuurdeur, ja, op ja, ja. je. Nou, ik zou hem denk ik niet op mijn fiets Nou ja, ik, op je, op je <laughs> elle. Ze zijn lekker grote lomps, zodat je ons altijd kan vergeten. Um, of vergeten, ons nooit gaat vergeten natuurlijk. Uh, dus we hebben, we hebben stickers. Op, de Leuk, hè? op je telefoon, kan ook. Ja, Dus uh, dat is uh, nummer één. En dan moet je gauw doorgooien. Doe maar even alsof je drie gooit. Ja, zet hem op. Want drie. dan komen we. Drie. Ja, drie, heel goed. Dan dat komen we bij dat het volgende ook, nieuwsbericht. Ik zet hem ook even voor de kijkers op YouTube in beeld. We gaan namelijk vanaf uh, januari onze eigen webshop. Openen. Oh. Met daarin, en dat is waar je drie voor gegooid hebt. Je hoorde normaal de live online events: Emaaie-Mok, uh, vast om, uh, om uh, niet kapot te krijgen. Maar ja. in die traditie hebben we dus nu ook te bestellen via onze website. Ah, Zo. Die vind ik wel mooi. Ja, ja, ja dat is leuk hè. Goed in de Emaaie e slimmer presteren. Koffiemok in het kader van jouw wekelijkse kop koffie met. Die Kun je, je hem hebben. altijd in iedere tas gooien? Ja. Kun je met oh, ons mee koffie drinken? Camperen, ja. trips. Leuk, hè? Dan. Super. Nou, en die is dus uh, uh, te krijgen in de webshop vanaf ongeveer half januari. Geef me even een beetje slack om alles uh, op orde te krijgen als je dit nu meteen luistert op 1 januari. Begin maar al te klikken. Begin maar vast. Nou ja, als je goed zoekt kan je hem vinden, maar uh, je kan er zelfs al bestellen. Ja man. Maar ik uh, ben pas 10 januari terug van vakantie denk ik, dus dan kan hey, ik pas sturen. je kan en, ook een boek kopen zie je. Je kan daar een boek kopen, want yeah, uh, broer, dat is wel mooi nieuws hè. Uh, voor, uh, we hebben in onze eerste twee seizoenen hadden we de running gag dat we iedere aflevering zeiden: goh Jurgen, auteur van een boek, het maakbare uur. Nou, op een gegeven moment was daar de lol wel vanaf. Maar Jurgen, vertel eens, jij kreeg een mailtje van je uitgever. Ja, dat ze gehoord hadden ik een webshop. Uh, over. Nee, nee, dat het boek, uh, ja, uh, dat ik de mogelijkheid heb om het, uh, het boek gaat er een... nee, dat gaat er niet uit. Nou, er was toch wel iets mee. Ze gingen een soort van... Hij ging in print-on-demand. Ja, wel. precies. Dat ja. is het. Dus dat hij is het. nog steeds uh, ja, gewoon te gaan. koop via uh, de bestaande Alle boekhandels. kanalen. Maar ja. hij is nu ook te koop via onze webshop. En dan weet je zeker dat, dat hij je hem bij jou gesigneerd jou koopt. is. En oh ja. De, uh, ja. Oh, dat moeten we even toevoegen. Ja, gesigneerd exemplaar ja. van het maakbare uur. Um, wat we er ook in hebben gezet. Ik heb hem uh, voor vandaag maar aangetrokken. We zijn natuurlijk een beetje aan het klooien geweest met merchandise met shirts... Dit is de eerste generatie. Dit is een mislukking. Hè? Voor de kijkers op YouTube zien het. Dit is een, uh, een plaat. Als je dat één keer wast, dan nee, is wel. hij gekreukeld. Dat komt niet goed. <laughs> dus ik heb nieuwe uh, witte katoenen shirts laten maken... die wel in de wasmachine kunnen. Kun je daar bestellen. Uh, de mokken kun je daar bestellen. De stickers, vier stuks voor veel geld kun je daar bestellen. Want dan worden ze natuurlijk heel bijzonder als je ze krijgt. <laughs> en, heel bijzonder, omdat we natuurlijk samen gaan rennen... en naar uh, allerlei events toe gaan... hebben we ook slimmer presteren... Running shirts laten maken. Oh. Toen moesten we de kleur kiezen. Jurgen, toen zei jij? Ik zei wit, hè? Ja, want dat is goed voor de koeling, hè? Ja. Dus uh, mooie witte shirts. Valt goed op in het uh, peloton. Blauwe opdruk. Slimme, besteren podcast. Uh, een mannenmodel en een vrouwenmodel. En uh, ja, ik hoop dat... Want dat, dat heb ik nu altijd. Als ik dan mensen zie sporten met oortjes op... Dan denk ik altijd... Misschien luisteren ze wel naar onze podcast. <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, ze kunnen mij niet herkennen. <laughs> nee. Dus ik denk, als ik nou met zo'n podcast shirt ga rennen... Ik wil hem vooral zelf hebben. En je snapt het in de webshop significante korting voor vrienden van de show. Hè? Petjes dus uh, we Petjes, ja? Petjes moeten we hebben. Nou ja, dat is een Volgende, andere oproep. Verkoeling af van de, de zon. Nou, dat kan een volgend item worden. En uh, bij deze dus ook een oproep aan alle fans uh, die zeggen: Nou, weet je wat ik nou zou willen hebben van, willen hebben van de Slim Pesteren podcast. Dan laat je ons dat weten, via Volgende. de bekende kanalen. <laughs> En dan uh, gaan we dat uh, misschien wel toevoegen aan onze ik, webshop. Ja. Ik denk een auroring of... Ja, joh. Ja, nou Kom ja. ja, ja, ja. Schoenen. Maar nee, nee. We... Ik denk wel dat we nog een event bij moeten maken, als ik het nog niet zo... Welke dan? Welke dan? Nou, we moeten, eigenlijk moeten we een, uh, een luisteraar hebben die zichzelf hoog inschat... en die denkt, ik kan ook zo'n uur afzien. Ah, ah het... Ja. Uh... Dan, dus, dan hebben we het boek erbij, het, ja? het de kennis, ja. de begeleiding... En kom dan, maar op en we gaan ergens dan een uur record aanvallen. Ja, maar misschien niet meteen een uur record aanvallen, maar misschien eens een uur challenge doen. Ja, maar hoe ver wel, kom jij nou in een uur? Ik ja. vind het wel leuk, want ja. uh, het, het is weer een nieuw mooi. leven ingeblazen ja. ja, dit jaar. Ja, ja. Wel, ik vind het uh, uur gewoon uh, mooi. En, ja. Alex Douwzet, die het dan niet haalde, wat vond nee, vond dat Nee, dat klopt. Maar nu wordt Ghana genoemd voor volgende. Ja, dag. maar dan is het echt klaar. Maar gaan we dan ook op de baan, Guido? Of buiten? Nou ja, weet je waar je het praktische kunt, het ja. beste kunt een, regelen. Een mooi parcours. En als je het met meerdere gaat doen, dan moet je dat natuurlijk. Kijk, in Geleen ligt een mooie open baan, ja. die is 500 meter. Die is redelijk ja. uh, goed ook uh, uh, voor elkaar te krijgen om daar iets te gaan doen. Leuk. Dat is echt hartstikke leuk. Ook in de de bochten zijn niet te moeilijk. Nee. Je, nee 500 meter niet, niet ruim. Dus dat dus je niet denkt: oh, kak, dit oh, is, dat is wel is heel wel gaaf. Ja. Ja, wat tof. tof. Hé, hey, maar want uh, jij hebt <laughs> toch uh, mensen ook begeleid daarin. Ja. En dan vroeg ik vroeg me af: je hebt natuurlijk. Ik maak even dit stuk af. Ja. Want wat ik dus hoor: we hebben 21 mei onze 100ste ja. aflevering gaan we doen. We hebben 27 augustus de cross-triathlon in Renkum. Daar moet iets tussen. Hè? Ja, dus volgens mij een dan soort is het van lekker warm. Begin van Goeie de zomer gaan we, gaan we naar Geleen. Fietsen. Gaan we een uurtje. Maar even heel praktisch: ja, ik word te praktisch. Misschien moet ik dit niet live on air doen. Maar um, kan dat ook met meerdere? Want je kan natuurlijk ja, niet dat, met z'n allen in die baan gaan zitten. Ja, ja. last nou, van elkaar. Dat, dan ja, last. Voordeel. Oh ja, maar dat is wel weer goed voor de waardes. Een ploegentijdrit in Uur. Ja. Dat zou ook nog kunnen. We gaan redden. dat gewoon nou, doen. We, moeten we zien ja, wel ja, hoe we dat... Uh, ja, ja, precies, ja. leuk. Maar jij wilde nog even Ja, vragen. want ik nou. was... Uh, ja, Kai Reus is helaas uh, er toch... Uh, die was van plan het aan te vallen, maar is daarmee gestopt. Uh, daar <kwijnt> ja. zat jij ook nog een stukje in de begeleiding. Ja. Maar ik kan me ook herinneren dat je een, uh, iemand die voor het uh, 50-plus of 45-plus record ging, hebt begeleid. Ja, ja, ja. Is hij nog steeds? We hebben uh, Remco. Uh, Remco, Remco Gasman is ook nog aan het naam. We hebben Remco Gasman En dat was precies op die baan in Geleen. Ja. En Remco heb ik toen, ik, dat was denk ik al een jaar of vier, zeker geleden, denk ik. En het was eind van het jaar, november, was echt nog wel perfect weer. En hij, hij reed toen nog meer dan 48 kilometer. Oh, ja. Op een gewoon een asfaltbaan, die, uh, voor iemand die niet heel veel baanervaring heeft, um, dus niet het strakste lijntje kan aanhouden, was dat echt een super goede prestatie. Ja. Dat is echt heel erg goed. Ja. Dus dat, was, dat, dat is gewoon, weet je, dan ga je kijken naar wat kan hij nou een uur volhouden, um, hoe kunnen we hem zo aerodynamisch mogelijk dus, krijgen, al die dingen komen ben dan Toen je gaan melden. rekenen. Dus, ja. ja, ja, dan ga je rekenen, ja. hoe is het weer, hoe staat de wind. Nou. Ja. En leuk, ja, dat is hartstikke leuk. Ja, het is vind dat jij hem daar ook gaat rijden. Jochen? Ik vind het fascinerend record, zeker. Ja, ja maar de, laat Ik ga het, de het een challenge lezen. noemen. Het is gewoon ja. een persoonlijke challenge. Precies. Je hoeft niet het record aan te vallen, maar dat kijk van tevoren een inschatting maakt van wat is voor jou mogelijk. Ja. En, nou, het ja. gaat natuurlijk. Peace kun je mooi oefenen. Ik ben al benieuwd hoe Gerrit na een half uur erbij zit. <laughs> ja, precies. Drinken, hey, doe je niet. Uh, ja. Leuk, laatste aflevering van het jaar. En een hele lange. Hè? Want uh, nou, ik kreeg al een berichtje op Instagram van Eline Niemeyer uit Groningen. Mm -hmm. Die zei: Wat gaan jullie weer stoppen, zwart gat? Uh, misschien is dat een van de je... 205. Ja. Maar goed, uh, dus we, we brengen extra veel uh, content hier vandaag. Uh, je kan hem dus ook in stukjes knippen. Hè? Misschien heb je hem al een keer of drie gepauzeerd. Ben je bij je volgende training nu? Want vijf weken rust, hoe komt dat nou? Voor de mensen die ons uh, korter kennen. Wij doen er 42 per jaar. Dat betekent dat we in 52 weken, dus 10 weken overhouden. Dat doen we in de zomer en in de winter. Vijf weken even pauze. Dat is ook wel lekker. Dan zijn we er ook niet iedere week? Kun je ook weer naar ons gaan verlangen. Maar toen gingen wij tellen, Jurgen. En vijf weken na 31 december komen wij uit op vrijdag 11 februari. Tegelijkertijd. Ah, zag ik een gemiste kans afgelopen zomer, maar toen zaten we ook met die zomerstop. Dacht yep. ik, we moeten ook iets doen met samen sport kijken. Iets met wintersporten, want de Olympische Spelen komen eraan. Nou, leuk idee. Toen zei jij, ik zal eens even kijken wat er eigenlijk op 11 februari is. Ja. Goh, nou, vertel eens. Wat is er op vrijdagochtend 11 februari ja, op Olympische de Olympische Spelen in Beijing? De, de, de mannen 10 kilometer schaatsen. Nah. Ja. nou. Nah. Als je Hoe het nou hebt je? over een onderdeel duursport, diepgaan, innovatie, ja. wintersport. En weer van de poel. En weer van de poel, maar dan een andere. <laughs> en van de pool, <laughs> ja zeker. Dus, dan hebben we nog een derde ingrediënt in de mix. Namelijk onze producer Sander uh, van Live Online Events. Die altijd zegt, ja leuk die podcast opnemen. Maar voor mij was het wel echt interessant als we live gaan. Hmm. Dus, als cadeautje voor Sandra, nou, misschien kan hij niet, maar we lossen het wel op. Gaan we, hebben we gezegd, weet je wat, als aftrap van het nieuwe seizoen gaan we een live-uitzending maken. Okay. Gaan we samen met elkaar en met onze uh, luisteraars en kijkers... Uh, live naar de 10 kilometer kijken. kijken. Ja. Uh, daarin, daar gaan we natuurlijk dan wetenschap omheen stoppen. Ja. Uh, eventueel kijkers vragen. Dus hier alvast een oproep zullen we ook nog wel via Waar onze socials doen. Waarom is die van de pool zo goed? Ja, ja, als jij een leuke vraag hebt over ja. uh, schaatsen... Of over wintersport, desnoods breder. Uh, stuur hem in via de bekende kanalen die ik zo op het einde ga roepen. En uh, dan nemen we mee in die aflevering. Uh, we kunnen dan live chatten met kijkers en deelnemers. Dus ik zie zo voor me dat we een soort van je tweede scherm zijn. Hè, we kunnen natuurlijk niet ja. die uitzending laten zien, want er zitten allemaal rechten op. Dus je kijkt naar ons, die naar hetzelfde kijken als jij. Je kijkt ja. thuis zelf ook naar de tv. En je hebt ons als een soort uh, tweede scherm erbij staan. En dan kunnen we samen gaan kijken, want ja, het is toch goed half uur live. Een beetje en, voorbeschouwen, uh, ja. een beetje nabeschouwen. En het, langer. En, ja, maar, en het duurt lekker lang, inderdaad. Het <laughs> ja. is toch het groeien van gras? Nou, dan kun je net zo goed even. Een half uurtje ja. doen ze dat toch over? Beetje of wel eens langer nog? Nee, volgens mij hebben ze acht ritten altijd of zo. Nee, oh, ik, oh ja, ja dank... natuurlijk. Nee, maar een tien kilometer. En oh, ja, maar 13 minuten. Ja, dat. Oh ja, maar die hele Keer, serie. Acht. Ja, 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 oh, ja, ja, Ten, ja natuurlijk. Uh, oh, ja. Nou, ja. Met, ja. met nog wel een dwelpauze, denk ik. Dus, ja, oh. dus je bent al meer dan twee uur oh, Lekker lang. marathon-uitzending oh, marathon ja. ook. Dus we ja. eindigen lang en we beginnen lang. Ja. En daarna gaan we gewoon lekker door naar de aflevering 100. Met nou, dus al deze gadgets en dingen die we gaan uitproberen en bespreken met uh, regelmatig wat uh, extra content. En als brengen. mensen nog meer gadgets zien en die denken... God, is dat wat? Laat het weten. Ja. Dan gaan wij erachteraan. Nou, daarover toch nog even een leuk bruggetje. Uh, we hadden natuurlijk onlangs... hadden we het over uh, ben je een ochtend- of een avondmens... en kun je dat beïnvloeden ja. met brillen? Ja. Guido, misschien nog ja. even een leuk verhaal... wat er gebeurde naar aanleiding van die aflevering? Ja, toen kregen we al even ProPeak uh, contact en... Um... Die oproep deden we in de aflevering, ja. Hè? Dus ja. dat lukte dus ook. Sint, uh, daar heb ik uh, met uh, uh, Tant Schouters van Propiek heb ik, uh, 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 contact gehad. Leuke conversatie en hij uh, heeft me zo'n bril opgestuurd. Dus uh, ik zit nu deze winter te uh, kijken of ik wat aan mijn... Uh, mijn uh, ja, wat, wat ben je daar eigenlijk kan, mee aan het uh, doen? Ja, kan, ik, ga niet, ik ga niet op vakantie, dus ik ga ook niet naar een andere tijdzone. Dus ik ben meer praktisch aan het bekijken van wat... Uh, hoe, hoe werkt het, hoe, hoe draagt het en zo? Ik ben niet met mijn eigen tijdzones aan het verplaatsen. Aan het ik denk, weet je, ik ga nu eens proberen of ik nu een drie uur s'nachts gewoon op mijn best ben. Mm -hmm. Ja, dan worden ze bij mij thuis niet echt vrolijk, nee, denk dus, ik. Dat papa door het huis gaat rammen. Ik ben al heel benieuwd, die, die zet je dan de hele nacht op. Nou ja, je, hebt een, je kunt daarmee schema's hè. dat maken ze ook schema's van, dat je eigenlijk je eigen. Uh, ritme kunt ver, verschuiven naar de tijd waar je eigenlijk naartoe hmm. moet. Ja. Daar, hè, dus je, je, je doet dat in fases. En um, ja, blauw licht, dat helpt je, zeg maar, gewoon om wat langer helder te blijven. Ja. En oranje glazen, dan word je wat eerder dat Precies. Nou, ik zou voor de winterperiode nu, want ik merk dat ik elke nou, ochtend ligt het, net zelfs. even vijf ja. minuten later uit uh, bed ga, zo zeg maar. Ja. In richting. Dus ik, uh, nou, laat, laat me weten hoe ja. het bevalt. Ik ben, ja. Uh, ja. ja, ik vond het ook ik denk, nou, dat is wel een leuk item om te testen. Ja. Ja. Ga jij nog iets uitproberen, Jurgen? Ga ik nog iets? Of ga, uh, jij ja, gaat gewoon fit worden? Kinesiotape. Ja. ja, precies. En zorgen <laughs> dat je weer lekker mee kan doen. Gewoon helemaal vol tapen met kinesiotape. Ga je nog, uh, vorig jaar bij deze jaaroverzicht aflevering, uh, hadden we onze mond vol over Dry January. Ga je dat nog herhalen? Het uh, is minder aan de orde. Ik drink sowieso minder, maar om nou de hele januari te stoppen... Nou ja, euh, ik, ik durf daar best wel wat over te zeggen. Er was natuurlijk al uh, ooit het plan, en dat zullen we er meer hebben gehad, om misschien wel de eerste week van januari de sneeuw op te zoeken. Ah. En dan uh, na een, een dag skiën in de dan sneeuw vind vrij. ik een drankje soms wel lekker. Dus toen dacht ik, nou misschien moeten we dat dan. Ja, niet, maar nu, misschien in de februari. En met al die landen die zeggen, nou uh, blijf <laughs> ja. lekker thuis. Ja. ga ik het gewoon weer doen. Ja, dat, ah, ja. Uh, ja. Dus jij zegt, als ik op wintersport ga, zet ik die joker in, herkenbaar. Ja. En als je thuis blijft, dan Precies. gaan we dryen. En, uh, en dan hebben we hebben natuurlijk een, een aflevering gehad over uh, alcohol. Ja, en, 72. En, dat waarom drinken fitte mensen Dat je daar, beter, dat je daar beter van ik sporten. Of heb ik het niet meer nee, goed onthouden? Nee, dat heb onthouden. je niet goed begrepen. Nee. <laughs> nee. De relatie was andersom. <laughs> ja, ja, dat okay. veel fitte mensen ook uh, graag lustig. Goed dat jij opgelet ja, hebt. Zeker, ja, zeker, zeker, zeker. Mooi jongens, uh, top. Ik denk dat we langzaam richting een einde komen. Guido, jij nog een, een wens of uitsmijter voor volgend jaar? Nee, ik denk uh, uh, net zo uh, uh, mooie uitzendingen maken. Net zo gezond blijven als dit jaar. Uh, en uh, zonder virus. Uh, Precies, ja. gezond blijven. Dat Geld, geldt voor ja. ons allemaal. Ja. En Gerrit naar de, naar de eindstreep. Uh, ja, 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 een top tijd voor Gerrit. En, uh, ja. Ja, nou, ja, ja, dat hoort natuurlijk leuk. ook. Leuk. Okay. Jij, Gerrit nog? Ja, nou ja, ik heb dus allerlei ja, plannen. Eigenlijk? Ja, daar heb ik natuurlijk in de aflevering van Lieke veel gehad over. Ik ga het volgend jaar allemaal anders doen. Toen kreeg ik al wat berichten, Wat ga je volgend jaar <laughs> doen dan? Nou, je ziet het al een beetje om ons heen. Ik heb, ik heb veel werk afgehouden de afgelopen drie, of de komende drie maanden. Dus mijn eerste kwartaal 2022 is bijzonder rustig. Omdat ik lekker me toe wil leggen op uh, veel sporten. En, en rustig en rusten en investeren in, in dit podcast imperium nou, ik... uh, de webshop uh, dingen uitproberen uh, toewerken naar onze honderdste aflevering event uh, proberen die goodie bag te vullen uh, met dingen die we aan onze vrienden kunnen geven dus uh, daar kijk ik enorm naar uit en uh, daar ga ik lekker me op storten ja en uh, daarom ga ik toch nog maar een keer op het einde van zo'n aflevering roepen... hoe jij ook alweer uh, met ons in contact kan komen. Bijvoorbeeld via social media zijn we te vinden als de... slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Als je het nog niet gedaan hebt, druk gewoon even op volgen... zodat die aantallen ook wat omhoog komen... en ik daarmee kan schermen bij al die organisaties. En kijk, doe ik een postje op Instagram... en dan kom je onder de aandacht bij al deze leuke mensen. Um, daarnaast kun je natuurlijk naar onze website... www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering een eigen pagina waaronder je ook reacties kan achterlaten. En die link die kan je kopiëren en doorsturen naar al je vrienden en vriendinnen. Um, daar worden zij dan ook slimmer van, kunnen ze meedoen. En je kan ons ook mailen via post at slimmerpodcast.nl. Nou, dat gebeurt volop. Inmiddels, Jurgen, ben jij ook aangesloten op de inbox. Dus duurt het soms iets minder lang voordat mensen reactie maar ja, krijgen. Ja, omdat mensen ook soms hele verhalen hebben. Leuk, hè? Ja, het is wel leuk. Maar dan denk ja, ik ook altijd, Dan zie ik dat op mijn telefoon. Denk ik, ja, moet ik wel even goed ja. reageren. Ja. Maar ja, voordat ik daar dan weer tijd voor heb. Het is niet ja. even een antwoordje van ja, nee. Ja, leuk, dankjewel. Nee, ja. dus dat uh, duurt soms even. En uh, ja, ik ga het nog één keer zeggen. Uh, Vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Daar kun je vriend worden daardoor kun je dan ook lid worden van onze Slimme Presteren Strava Club. En ik dacht, misschien wel aardig zo, eind van het jaar, uh, ik ga een hoop mensen bedanken om nu één keer, het zijn er namelijk nog maar 38, één keer alle vrienden ook even te mentionen en te bedanken. En dan beginnen we met de eerste vriend, Remco Renes. Monique, dat is mijn moeder, leuk. Uh, Manolo, dat is jouw broer, yep. he, dat was in het begin, he, begonnen we dichtbij. <laughs> maar toen Piet, volgens mij is dat Piet de Pauw uit Vlaanderen. Klaus van Tevelen, Harmen, Harmen van de Pannen, Pepijn, Jans Theehouwer, hebben we al vanaf het begin erbij. Edo van der Meer, waarmee je in Ameland uh, samen opliep. Sna, dat is dus de befaamde Hans Snaeundijk, die ja. uh, ons uh, veel tips geeft. Ja. Menno is Menno Veldman uit Amerongen. heel fanatiek. Teun, Timo, Brecht, Martin Breedijk, veel uh, reacties van ook. Niels van Hafts. Ferdinand kwamen we tegen in Renkum. Shaki, Marlies, Herman, Bart, Jurre, nog een Monique, Corine Janssen, die zit ook. Er zitten een aantal meer van die Nutri Tape. Linda Zenger, die zit volgens mij in die Survival Run wereld. Oh, okay. hebben we hebben ook een aantal ja. uh, leuke. Uh, luisteraars en fans. Raoul Wallaert, Oda, Jacco, Fred Vonk, Jaap Jochman, Haan van Donk, zijn beide uatt vrienden uh, Jaap-Jan, Ivo Habets, Martijn, Saskia, Jeroen Vos, Corné, Johan Neven. Mm. Dat is leuk. Dit laatste rijtje is ook omgegaan. Johan kennen we al heel lang als uh, luisteraar reageerde, maar nu we die sportclub hebben, zei, nou, we, dan doe ik er ook mee. Geworden, ja. Koen van der Kouwen, Wanda, Michael, Janneke, Wim Buisterbos en Tom Blanchard op dit moment. En als het nu 1 januari is en je gaat onderaan onze website kijken, waar deze lijst staat. En je zegt. Hey, daar staan meer namen. Ik ben niet genoemd. Ja, je weet, ik ben helemaal ja. altijd iets eerder op, hè. Dus dit is uh, de stand uh, <laughs> zoals die vandaag is. Ja, ja. Dus uh, leuk, doe mee. En natuurlijk ook op deze plek even een shout-out. Natuurlijk naar Sander, onze vaste producent, en Jochem, onze editor. Dank voor uh, het mooie werk en de mooie afleveringen. Zeker. En dan gaan we nu toch uh, echt aan de oliebollen. Zelfs een paar dagen voor oud en nieuw, denk ik, hè? Yes. Eindelijk, hè? Mooi, jongens. Yes. Dankjewel. Ja, fijne jaarwisseling allemaal. Leuk dat jullie er waren. En tot over een week of vijf, uh, 11 februari. Als je nou vriend van de show bent, dan krijg je zelf een uitnodiging naar die live-uitzending. En ik zal ook even op mijn YouTube-kanaal uh, een link naar die live-uitzending zetten. Dat is op uh, youtube.com slash Gerrit Heiko. Dat is hem, jongens. De laatste aflevering van 2021. Hele marathon weer, maar zou uh, zeggen tot volgende uh, week. Maar ja. ik zeg dus tot over vijf weken. Jo. Dat is goed. Tot dan. Doei.